Hey, 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 toppers, manifestation junkies. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim & Com podcast. Wandelend langs het water. Het is gelukkig droog. En als ik kijk naar de weersverwachting voor volgende week, dan maakt mijn hart een sprongetje. Ik zeg volgende week, ik hoop dat ze blijft, hè. Volgende week weekend. Volgend weekend dat er weer richting de 30 graden gaat. Oh my god. I couldn't be happier. Dus dat even, mocht je het nog niet gecheckt hebben, mocht je ook zo blij worden van zon en warmte, dan... Oh, it's going to happen. Heel fijn dit. Ik kreeg vandaag zo'n mooi compliment van een van de VIP-base, Sexual Academy VIP-base. Ze zei van, whatever you're doing, je straalt, het gaat goed met je. Ik voel alleen je energie, dat is echt een prachtig bericht. Dus dat, ja, vind ik ook zo mooi dat ze dat zei. Ik heb vandaag vooral uitgebreid video's, trainingsmateriaal opgenomen. Waar nog een werkboek bij komt voor de Six Figure Academy. En dan weer verder All About Sales. Echt die module over sales is zo uitgebreid geworden en zo leuk. Iedereen denkt, oh ja, dit wil ik je. Oh, maar dit wil ik ook nog in doen. En dan heb ik het over dingen meer praktisch maken. Vandaag heb ik letterlijk een heel sales script uitgeschreven van vragen die je wil stellen in een salesgesprek. En dan heb ik het over een 1-op-1 gesprek. Maar dit kun je ook inzetten tijdens een lancering, via DM-gesprekken. Het is een bepaalde lijn die je wil volgen, een bepaalde leiding die je ook wil nemen. Maar echt letterlijk bepaalde vragen die maken dat mensen ja zeggen. Hè? En dan ga ik ervan uit dat je een fantastisch aanbod hebt, dat je messaging fantastisch is, dat iemand oprecht geïnteresseerd is. Waardoor je ook weet, dit is echt een dikke vette win als iemand ja zegt. En jij gewoon echt goed wordt in het leiden van zo'n gesprek. De juiste vragen stelt om uiteindelijk die klant de juiste beslissing te laten maken. Wat ja zeggen is over het algemeen als alles klopt tegen wat je aanbiedt. Nou. Ik denk super waardevol. Ik weet dat we dit in Bali hebben gedaan afgelopen jaar. Tijdens het Bali-retreat ook een heel gesprek uitgewerkt. Naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van een van de dames. Van dit komt binnen in mijn DM. Hoe zou je dit aanvliegen? Nou, toen heb ik ook helemaal met haar dit uitgewerkt. Hoe ik zo'n gesprek aanvlieg. Toen zei ze ook. Oh my god. Dit is zo waardevol. Ik voel me meteen zo zeker over dit gesprek. En dit is zo fijn. Ik zit zo lekker in dit gesprek nu. Dit kan ik voor altijd doen. Dit kan ik voortaan voor altijd toepassen. En toen dacht ik, ah, interessant. Ja, ja, voor mij is het zo natuurlijk. Omdat ik zoveel salesgesprekken heb gevoerd. Letterlijk 1-op-1. Via DM. Op allerlei manieren. Gewoon echt in een lancering. Gewoon echt op zoveel manieren hiermee bezig ben geweest. Het is ook een topic waar ik enorm van aangaan. Ik vind het echt superleuk. Sales vind ik echt superleuk. Toen ik, had ik het gisteren toevallig met iemand over. Die zei van, ja, ik ben echt nooit een ras echte ondernemer geweest vroeger. En toen dacht ik van, ja, misschien ik ook niet. Maar wat ik wel al heel vroeg deed, was echt gewoon handelen op Marktplaats. Ik heb echt superveel verkocht op Marktplaats. En ik vond dat vet leuk. En vooral het hele spelletje. En ik zie sales ook echt als een, en dat bedoel ik helemaal niet negatief, maar echt als een spel. Ik zie ondernemen als een spel, ik zie sales als een spel. Want uiteindelijk wil je gewoon iets aanbieden, want daar hoop ik dat je voor staat. Dat je een vet goed product hebt, dat je weet wie je wil serven, dat je oprecht iemand wil helpen. Dat je je messaging mastert, waardoor je de juiste klanten aantrekt. En uiteindelijk heb je iemand die geïnteresseerd is. En vervolgens is het die laatste stap maken. En dat is die sale genereren, iemand daadwerkelijk ja laten zeggen. Nou, dat stuk, en dat gaat heel erg over psychologie en de juiste vragen stellen, weten hoe je zo'n, letterlijk hoe je zo'n gesprek mastert, daar komt het gewoon op neer. En dit is ook repetition, dit is ook heel veel reps. Ik heb het echt over, ik heb het meer dan 1000 keer gedaan, dus ik kan ook wel zeggen, ik kan daar iets over delen. Vervolgens, dat was niet toen ik het al succesvol deed, maar vervolgens ben ik me er meer in gaan verdiepen. Dat was echt het moment dat ik al succesvol sales genereerde. Want toen ik 1-op-1 sales deed, had ik echt een closingspercentage van, ja, ik zal niet zeggen 100%, maar wel 99,9%. Echt gewoon, iedereen zei ja. En toen ik me daarin ging verdiepen en onder andere naar Russell Brunson ging luisteren, naar Alex Hormozi ging luisteren, waar ik echt voorbeelden van mij business-wise. En als het ging over sales en ik zag hoe zij dat aanpakte en ik hoorde hoe zij dat aanbied, dacht ik echt, oh my god, dit is precies wat ik altijd deed. En wat ik dus uit ervaring heb geleerd en ben gaan doen. En nu zie ik dus letterlijk wat dit psychologisch met iemand doet. Snap je nu, it makes sense. En ik zie wat ik zo goed deed. Ik zie ook nu waarom het werkte altijd. En
Ja, dat. Dus ik heb een heel script uitgewerkt. De eerste was een hele lange video van 45 minuten. Er komt ook een werkboek bij waarin ik het helemaal uitwerk. Dus Six Week Academy, babes, you're in for a treat. Omdat ik echt denk dat dit zo waardevol is. En dit kun je echt toepassen op alles. Dus ik hoop dat het gewaardeerd wordt. En daarna heb ik nog een video opgenomen. Naar aanleiding van een ander stuk. En dat gaat meer over het energetische stuk van sales. En ik praat heel vaak over die gouden combinatie waar ik zo in geloof. Hè. Het stukje, het moet energetisch kloppen. En vervolgens de juiste strategie toepassen is gewoon magic. Gouden combinatie. Ik zeg ook in die video's, echt als je dit gaat masteren. De combinatie van een irresistible offer, juiste messaging masteren. En vervolgens vet goed worden in sales. En dit laatste stuk master, zeg, dan ga jij zo sky high met je omzet. Met klanten aantrekken, met gewoon sales closen. Je weet niet wat je meemaakt. En ik stop niet even. Ik sta op een bruggetje. Dat is zo mooi. Dit hele waterstuk. De hele vijver zit gewoon vol met zwanen. Vol met zwanen. Oh, dit is mooi. Echt tientallen zwanen. Oké, ik ga even zitten. Even een momentje van dankbaarheid. Oh, ik ben zo blij vandaag. Ik zit er gewoon heel erg lekker in. Het komt ook echt dat ik merk als ik iets teach waar ik zo van aanga, dat ik echt in zo'n rant-modus kom. Zo in mijn passie en enthousiasme iets te vertellen. Dat ik ook echt dit heb opgenomen met zoveel liefde en overtuiging. Dat als je dit gaat toepassen, ga jij fucking succesvol zijn. Ga je vet veel sales genereren. Echt, praktischer kan ik het niet voor je maken. Dus, nou ja, dat. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Dus ik heb het heel lang geluld. Maar het is natuurlijk, en dat heb ik niet gezegd, het is natuurlijk eerste vrijdag van de maand. En dat betekent Q&A Friday. Dus wat gaan we doen? Je gaat luisteren naar een Q&A. En ik wil je even waarschuwen, want het is dit keer een andere Q&A dan normaal. En dan bedoel ik vooral het laatste stukje. Want wat er gebeurde na de Q&A, het was een hele fijne Q&A met een hele fijne energie. Het gaat over money mindset, het gaat over zelfliefde, het gaat over omgaan met moeilijke relatie met je moeder, moeilijke relatie met partners. Het gaat over liefde en de wet van aantrekking. Relaties, het is echt, ik denk oprecht, een hele, hele, hele waardevolle podcast. Business-wise, strategische dingen worden besproken. Dus ja, ook weer heel divers. Maar wat er gebeurde nadat ik de vragen beantwoord had, is dat ik vroeg, goh, zijn er nog vragen? Dus als ik eigenlijk normaal gesproken altijd doe. En ik weet niet precies wat er gebeurde of wat het triggerde. Maar op de een of andere manier ontstond er iets heel leuks. Er kwamen allemaal leuke vragen binnen. En ik merkte dat ik allemaal voorbeelden kon bedenken van die vragen, zeg maar, voor mijn eigen leven. Dus wat ik ging doen, wat ik nog nooit, denk ik, zo openlijk gedaan heb de laatste tijd, is dat ik gewoon echt heel open en eerlijk dingen ging delen over mijn situatie nu. Over ook de privé situatie, verschil in verlangens tussen zijn vrienden en mij op dit moment. En hoe we daarmee omgaan, hoe ik daarin in het vertrouwen blijf, hoe ik dat aanpak. En ze helemaal daarin meenam, waardoor ik het echt heel praktisch kon maken voor iedereen. En door voorbeelden, zeg maar, dat ze konden zien hoe ik dingen aanpak. En vanuit daar kwamen er heel veel mooie andere vragen. Er kwamen vragen van bepaalde deelnemers waar anderen weer op reageerden met bepaalde manier van aanpakken, hoe zij dit hebben aangevlogen, omdat ze het herkenden. Er was enorm veel verbinding. Het was een hele fijne energie. En ik heb gewoon eigenlijk een soort van pick my brain session was het. En ik merkte dat ik het heel erg leuk vond. En het werd heel erg gewaardeerd door de deelnemers. Dus wij stelden allemaal vragen over eigenlijk, nou ja, het was niet de bedoeling, maar het kwam een beetje zo van, ik ging heel veel delen over mijn persoonlijke situatie. Dus ik merkte dat ik het heel fijn vond. Ik merkte dat ik oprecht ook kon helpen. Dat het heel veel waarde bracht. Zij waren blij. Ja, en ik wist natuurlijk van, goh, ik ga dit ook delen op de podcast. Dus ik ben oprecht benieuwd wat je ervan vindt. Ik weet dat ik het vaker vraag, maar ik meen het oprecht. Laat me dit weten. Het is een wat langere, dus ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, poepoe, moet ik daar zo lang naar gaan luisteren? Ja, dan is het waarschijnlijk niet voor jou, dus doe het vooral niet. Maar ja, dan heb ik je voorbereid op wat er komen gaat. Misschien super interessant. Dus let me know dat meer. Want ik merkte laatst ook, dit afgelopen vrijdag hield ik, vrijdagavond was ik nog aan het wandelen. Toen hield ik een hele rant over iets wat ik die dag hoorde, zeg maar, business-wise, waar ik iets over deelde. Daar heb ik zoveel comments op gekregen, positief, op Instagram via DM. Dat ik dacht, wauw, en dat iedereen zei, oh, ik heb je rants gemist en dit moet je vaker doen. En toen dacht ik, oh, vet interessant. Dus, nou ja, in ieder geval, hier
ja, ook positief gereageerd wordt of je herkent het, dan let me know. Want dan, ja, dan doe ik dat. Ik had het eigenlijk niet, want ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Dus dan, als ik weet dat het gewaardeerd wordt, dan gaat dat gebeuren. Nou, daarnaast nog één ding wat we nu te binnen schiepen. Sorry, het gaat een klein beetje waaien. Is dat ik blijkbaar, want ik kijk het allemaal niet, maar ik heb heel veel berichten ontvangen daarover. Blijkbaar ben ik weer heel negatief op televisie geweest. Nou ja, het gaat er trouwens ook over. En ja, je hoort het waarschijnlijk in deze Q&A, want ik deel daar ook over in de live. Mensen zeiden het ook. Ja, nou ja, het ging ook heel erg over onthecht zijn. En, nou, dat, dus daar gaan we ook nog op in. Ik denk dat het gewoon heel waardevol kan zijn. Ik krijg laatst het heel veel shit op me af. Ik ben ook veel zichtbaarder op meerdere kanalen. Die keuze heb ik gemaakt. Dit is blijkbaar de consequentie. I'm fully okay with it. Heb niet de behoefte om het terug te kijken. Want ja, ik hoef niet extra die negativiteit. Denk ik, oh, why? Maar nou ja, het gebeurt. Blijkbaar valt het op. Blijkbaar hebben heel veel mensen er een mening over. En dan vooral negatief. Dus nou ja, ik wil je vooral bedanken als je luistert. En je waardeert het. En je haalt er waarde uit. En je bent er. En je stuurt liefde. Dat het voor mij een extra reinforcement is. Waarom ik dit allemaal doe. En dat er meer lovers zijn dan haters. En soms is dat op zo'n moment gewoon even fijn. Dus dat ga je ook horen vandaag. En dat is het. Dus hele lange introductie heb ik nodig gehad om een bepaalde over een aantal punten te maken. Ik hoop dat het heel waardevol voor je is. Ga lekker luisteren. Heel fijn weekend alvast. En nou ja, als altijd wil ik ook dit keer vragen dat als je het waardevol vindt, zou je dan alsjeblieft aflevering willen delen en een review willen achterlaten. Want ik wil zo graag deze podcast laten groeien en het gaat gewoon echt alleen maar op het moment dat die podcast gedeeld wordt en als er reviews worden achtergelaten. Dus ontzettend dankjewel dat je er bent en dat je dit doet. Heel fijn weekend, tot volgende week. Doei doei! Good morning, good morning! Laat me even weten of alles goed gaat, of goed te horen ben, of goed te zien ben. En vooral laat even een berichtje achter, want dan kan ik zien of de comments binnenkomen. Volgens mij was dat de vorige keer niet zo, dus ik pak dan eventjes de laptop erbij met de vragen. Maar als je er bent, ik zie dat er mensen intunen, dan alsjeblieft comment eventjes of je me kunt zien, kunt horen. Want dan kan ik meteen zien of de comments ook binnenkomen op mijn telefoon. Alsjeblieft, alsjeblieft. Goedemorgen allemaal. Ik ben benieuwd hoeveel mensen erbij zijn. Het is natuurlijk vakantie, het is een shit weer. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Het is verschrikkelijk weer. Even kijken. Even kijken, even kijken. We gaan naar de bovenste opmerking. Vragen, 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 vragen. Alle opmerkingen. Yes, oké. Ik ben er. Als je kijkt, laat even een comment achter. Want ik denk dat dat weer zover is dat ik de comments niet zie. Dus wat we dan gaan doen, even kijken of ik mezelf kan zien op de laptop. En wat we dan doen is dat ik zo meteen onder de live ga kijken. Ja, ik zie ze dus op de laptop wel, de comments, maar ik zie ze niet. Nou, superleuk. Iedereen die er nu is, goedemorgen. Ik kan dus de comments niet zien op de telefoon waar ik nu naar kijk, de camera die aanstaat. Wat we dan gaan doen, want het is helemaal niet erg, was vorige keer volgens mij ook. Wat we dan gewoon doen is dat ik nu de vragen erbij pak. Die ga ik voorlezen op de laptop. En vervolgens op het einde van deze vragen, dat is altijd zo, ik ga de vragen beantwoorden. Ik heb er 9-10 geselecteerd. Die ga ik van het moment van binnenkomen, ga ik die in volgorde beantwoorden. Ik ga geen namen noemen. Degene die gesteld heeft, die weet of het zijn of haar vraag is. En vervolgens, op het einde, is er ruimte om te commenten, om extra vragen te stellen. Dus bear with me, blijf er even bij. En dit wordt een hopelijk heel fantastisch, fijn, inspirerend uurtje. Oké, there we go. Eerste vraag. Even terug naar de vragen. Oké, gaan we. Nou, ik ga hem even voorlezen. Soms zijn het hele lange vragen, dus dan zal ik even een samenvatting geven en de essentie eruit halen. En vervolgens het antwoord geven of misschien een aanvullende vraag stellen. Eerste vraag is, ik heb een heerlijk leven, maar ik worstel met de relatie met mijn moeder die veel in negativiteit leeft en daarmee negativiteit aantrekt. Ze is afhankelijk, tussen haakjes deels verlamd en ik voel me verantwoordelijk
om geregeld voor haar klaar te staan. Maar het voelt als een verplichting, niet vanuit liefde. Omdat ik vaak het gevoel krijg dat ik niet voldoende voor haar ben. Ik voel me voortdurend tekortschieten en dat sleurt mijn energie leeg. Heb je een idee hoe ik uit het verlammende schuldgevoel kan stappen? Ik ben er helaas niet bij tijdens de live. Oké, dan komt het nog iemand anders. Ik volg deze graag, want ik zit met het setup. Oké. Nou, mijn eerste vraag is, wil je wel voor haar blijven zorgen? Waarop jouw antwoord was, ik wil dat we in elkaars leven blijven. En daar hoort zorgen voor ook deels bij, vind ik. Oké, nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Dan is het wel heel belangrijk vervolgens dat je de situatie gaat accepteren. En gaat kijken, wat heb ik nodig in deze situatie? Want de situatie is zoals die is. Wat heb ik nodig? Zodat ik hierin verander. Niet dat mijn moeder verandert, maar zodat ik hierin verander. En dat betekent dus, wat heb ik nodig om in deze situatie A, te kunnen accepteren. En vervolgens ook op een punt te komen dat ik de situatie aanga. En het me niet negatief laat beïnvloeden. En in het begin zal dat een uitdaging zijn. Maar op het moment dat dat de intentie is waarmee je erin gaat. En ook niet meer je moeder als de schuld van de situatie gaat zien. Maar het bij jezelf gaat zoeken, dan heb ik het niet over schuld of wat dan ook, helemaal niet. Maar dat je echt kunt zien van oké, maar ik heb hier iets te leren. Ik heb hier een reis te maken in accepteren wat is. Als ik deze situatie wil behouden en we willen in elkaars leven blijven. Wat heb ik nodig om me in deze situatie even goed te voelen? Wat heb ik nodig om deze situatie op een positieve manier aan te kunnen? Dat is de vraag die je jezelf wil stellen. En er is een antwoord. Alleen dat antwoord zit alleen maar in jou. En dat is voor iedereen anders. Dus ik hoop dat je daar wat mee kunt. Volgende vraag. Hey Kim, ik heb afgelopen maand keihard aan mezelf gewerkt met hulp. En wauw, ben ik trots op wat ik ben aangegaan en heb bereikt. Er is nu veel ruimte ontstaan in mijn hoofd waar ik nog even niet weet wat ik ermee kan. Ik vul nu in met overdrive aan op mijn werk. Het lukt me nog niet dat te stoppen. Er is één iets dat me nog uit balans haalt. En dat is angst om geld te verliezen. Ja, super interessant. Want het een houdt natuurlijk heel erg met het andere samen. Als jij in overdrive gaat, is dat een gevolg van die angst. Ik merk het nu wel op, maar zit er direct zo een vlug bevriesreactie op, dat ik die momenten zelf niet weet wat te doen. Heb jij tips? Nou, daar heb ik een aantal vragen gesteld. Ten eerste, weet je waar het vandaan komt? Daar gaf je op als antwoord nee. Ik heb het nog niet helder waarom mijn reactie zo heftig is en waar precies vandaan komt. Wat ik wel weet, ik voel me veel kwetsbaarder hierin sinds ik mama / alleen kostwinner ben voor mij en mijn zoon. Ja, dat kan ik me voorstellen, ook als moeder zijnde. En ik zou het dan heel praktisch gaan aanvliegen. Dat is hoe ik het altijd money-wise heb gedaan. Want wij verkeren nu in een hele fijne financiële situatie. Maar dat is heel lang niet zo geweest. En ik ben altijd heel praktisch geweest met geld. En wat heel belangrijk is. Want ik merk dat heel veel mensen dit onderwerp vermijden. En hun cijfers gewoon niet kennen. En dat heb ik nooit begrepen. Maar het blijkt dus een groot probleem te zijn. Dus ik wil hierin ook echt iedereen die dit hoort. Als je nu ondernemer bent of niet, heb helder wat er elke maand binnenkomt en wat er uitgaat. En vervolgens heb helder wat jij nodig hebt, echt nodig hebt, om het goed te kunnen redden met, in dit geval dus, zij met haar zoon. Wat heb jij nodig? Wat is het bedrag letterlijk dat je nodig hebt? Op het moment dat je dat helder hebt, en dat geldt ook voor als we verder gaan. Hè? Het zijn ook mensen die willen bijvoorbeeld emigreren of een hele toffe reis maken of een tweede huis kopen of whatever. Heb helder wat er voor nodig is. Vaak denken we dat het zo ver weg is. Terwijl als je het heel erg concreet gaat maken, gaat het uitzoeken. Je gaat er daadwerkelijk cijfers aan koppelen. Je gaat onderzoek doen. Zie je dat iets sorry, veel dichterbij is dan je vaak denkt. En dat is zo interessant. Je maakt het vaak heel groot terwijl het dat niet is. En ook hier, ik weet de situatie niet, maar vaak is het wel zo dat je veel minder nodig hebt dan je denkt. En dat je het al veel sneller heel goed redt dan je denkt. En ik zeg dit uit ervaring. En dat helder hebben gaat je rust geven. Want als jij ziet wat het bedrag is. En dat je ook ziet van nou, maar dat kan ik makkelijk voor elkaar krijgen. Dan ga je daarin ook de rust terugvinden. En vanuit daar kun je dan gaan kijken. Oké, wil ik iets meer? Wil ik iets gaan opbouwen? Wil ik een bepaald bedrag sparen per maand? Weet je, maar dat is fase 2. Eerst wil je de rust creëren dat het elke maand goed komt. Ongeacht je situatie. Dit is wat je nodig hebt. Dit lukt je makkelijk. He, en als je daar nog mee struggelt van oké, kan ik dat bedrag nog verlagen? Of wat kan ik doen om het makkelijk te halen? Het kan ook een NN situatie zijn. Maar ik zou dit echt heel praktisch gaan aanvliegen. Geld is gewoon iets wat je... ik teach dit in Money Mindset Mastery. Hè? Naar mijn mening gaat het... Als je het hebt over Money Mindset, gaat het over 3 dingen.
leren hoe je de wet van aantrekking ultiem inzet in je voordeel op het gebied van geld. Dat is stap 1, want dan ga je meer geld naar je toe trekken. Maar heel veel mensen, op het moment dat ze meer geld naar zich toe trekken, hebben oude patronen nog niet geshift. Dus wat gebeurt er dan? Dan ga jij terug in je oude patroon, waardoor het geld je ook weer verlaat. Dus er moet ook wat op een ander gebied gebeuren. Dus hoe word je vervolgens goed in dat geld behouden? Hè? Hoe word je goed in goed met dat geld omgaan? En hoe maak je een shift daarin? Dus ook een identiteitsshift. En heel praktische tips ook daarin geef ik. En vervolgens, hoe ga je, als je dat wil, van geld meer geld maken? Want op die manier wil je uiteindelijk gaan denken. Tenminste, zo sta ik erin. En ik geloof erin dat het je gaat dienen, want het gaat je heel veel vrijheid opleveren. Die drie aspecten wil je, naar mijn mening, masteren. Dit creëert financiële vrijheid. En dit is wat je nodig hebt om ook echt een identity shift te maken. Dus, heb helder wat je nodig hebt om het sowieso heel goed te redden. En ga vervolgens ook zien van, oké, wat heb ik nodig om daarin die rust te creëren. Omdat ik zie, dit kan ik makkelijk voor elkaar krijgen. En wat is dan mijn volgende stap? Oké, geld is zo leuk. Ik heb me zoveel in dit thema verdiept. Ik was ook even business-wise, geen idee waarom ik dit nu deel. Maar het was een gedachte die ik net had eigenlijk deze ochtend. Dat ik dacht, het ging over een paar vragen die binnenkwamen. En dat ik dacht, wauw, er zijn echt een aantal gebieden waarin ik echt met 100% zekerheid kan zeggen, als ik met jou ga werken en je volgt wat ik je teach, op een manier wel dat het goed voelt voor jou, laten we dat even helemaal duidelijk hebben, maar je volgt wat ik je teach, dan kan ik echt met 100% zekerheid zeggen dat het succesvol gaat zijn. En dat is op het gebied van afvallen. Daar sta ik zo sterk voor, ook na 6 jaar lang ervaring, 1000 mensen 1-op-1 gecoacht, vette succesresultaten behaald. Ik geloof er echt in dat ik iedereen succesvol kan laten afvallen. Dat is echt een bold uitspraak, maar daar geloof ik echt in. 2, zonder dieet ook nog eens. Hè? Bedrijf je niet voor niets met me op dieet. Ik kwam echt binnen en dacht van wauw, daar voel ik me zo sterk in. Dat kan ik echt gewoon 100% met zekerheid zeggen. 2 is geldwise. Dat is een reis die ik heb gemaakt, die ik zo master. Ook daar, als je met me gaat werken op dat stuk, gegarandeerd gewoon 100% als je volgt wat ik je teach. Geld gaat naar je toe komen, je gaat vet goed worden met geld en je wordt goed in geld vermeerderen. En je gaat echt financiële vrijheid voor jezelf creëren. Mark my words. En 3 is, ik durf echt met zekerheid te zeggen na zoveel jaren, dat ik weet hoe je een vet succesvolle business opzet. Hoe je een business creëert die minimaal 6 figures doet. Maar als je naar 6 figures kan gaan, kun je ook naar 1 miljoen gaan. Dat zijn echt 3 gebieden. En ik begon bij, omdat daar mijn reis is begonnen, bij het afvallen. Ik kon iedereen succesvol laten afvallen. Ik kon iedereen vet goed maken. Vet goed maken. Laten worden. Oh, heel slecht dit. Met geld. En ik ben echt goed in iemand helpen. Het gaat echt niet over mij trouwens. Het is geen ego-trip of zo. Maar gewoon om je dat voor jezelf te realiseren. Ik had die gedachte. Want ik heb wat master jij nu eigenlijk? Nou, dit kan ik echt zeggen. Die master. En het is heel waardevol voor jezelf. Er zijn er nog wel meer trouwens. Wat ik nu kan opmerken. Dit waren even de 3 die bij me opkwamen. En ja, dat. Doe dat voor jezelf ook. Waar voel jij je zo sterk in? Dat je echt denkt van, wauw, weet je, dit master ik gewoon. Hier ben ik echt vet goed in. Weet je wat dat doet ook met je zelfvertrouwen en hoe je verschijnt ook. En ik zeg dit even tegen alle ondernemers die nu luisteren. Hè? Maar kijk ook even hoe je daar wat mee kunt. Gewoon in de bredere zin van je leven. Die kwam even bij me op. En waarom zeg ik dit? Omdat dit over geld ging. Je kunt dit fixen. Iedereen kan dit fixen. Dat meen ik echt. Iedereen kan dit fixen. En dat zegt iemand die afkomt van een hele negatieve money mindset en van een hele toch wel moeilijke financiële situatie. Oké, we gaan door. Het geldstuk interesseert me gewoon echt enorm. Ja, kijk, daarom, misschien moet ik daar wat meer over ranten. Misschien moet ik er ook wat meer in de podcast weer ingaan. Want dat geldstuk interesseert me enorm. Business interesseert me enorm. Geld interesseert me enorm. Vooral ook omdat ik zo'n shift heb gemaakt op het gebied van echt vriendjes worden met geld. Je hebt geen idee hoe vet dat voelt. Als je de overtuiging hebt van geld is makkelijk, geld is overal, geld is mijn vriend, ik ben vet goed in geld aantrekken, puur alleen om mezelf te zijn. Ja, het zijn misschien allemaal mooie woorden als je struggelt op dit gebied. En misschien denk je nu, fuck you. En dat kan ik me voorstellen. Maar ik zeg dit omdat ik hoop dat het je inspireert. Omdat je weet waar ik vandaan kom. En dat ik er echt in geloof dat dit ook voor jou mogelijk is.
En hetzelfde geldt met het stukje afvallen. Na 5 jaar lang struggelen en alle diëten die hebben geprobeerd, geloof ik echt in dat er een andere weg is. En dat die, en dat dat, nou moet ik zo zeggen, dat die weg, maar dat dat ook de manier is, de enige manier die echt sustainable is. En die echt joy is. Kim, hou je mond. We gaan verder met de vragen. Gaan we. Oké, vraag vervolg. Hey Kim, ik heb een vraag over money mindset. Nou, mooi. Nou, ik heb ze allemaal gelezen, dus ik heb een selectie gemaakt. Maar deze wilde ik ook even eruit filteren. Dus als jij teach, zijn er 3 aspecten. Geld aantrekken, geld houden en geld vermeerderen. Exact. Met het tweede punt zit ik vast. Ik heb wel het gevoel dat er geld naar me toe komt, maar ik kan het niet houden. Nou, dat is precies waar ik net over sprak. Ik ben op zoek naar mijn onbewuste overtuigingen. Maar er is nog een blinde vlek. Ik zie het niet. Ook wil ik meer sparen. Oké, de vraag die je nu mag stellen, wat is mijn waarheid op het gebied van geld bij me houden? Wat is jouw waarheid en je gevoel als je het hebt over geld? Denk daar eens over na. Als jij denkt over, er komt nu 10.000 euro naar me toe, 15.000 euro naar me toe, een ton naar me toe. Maakt niet uit hoe, hè, maar dat komt naar me toe. Dat heb ik in mijn bezit. Wat gebeurt er dan met je? Er kan namelijk 2 dingen gebeuren. Je kunt een gevoel van overvloed, van liefde, van vertrouwen voelen. Of er kan een gevoel van onzekerheid, stress, zwaarte. Dat. Het is super interessant wat er gebeurt. En je hoeft niet een crystal clear antwoord te krijgen. Maar alleen al je gevoelens ervaren. Dat ze je bewustzijn van je gevoelens gaat heel veel doen hierin. Ook wil ik graag meer sparen, maar ik heb het gevoel dat er een gat in mijn hand zit. Ja, kijk, en dit gedrag en die gedachte, die identiteit, die komt ergens vandaan. Dit is interessant. En het gaan zien, want heel vaak hebben wij het geldgedrag en de money mindset overgenomen van een van onze ouders. Dus of van je vader of van je moeder. Heel vaak is dat het geval. Of van allebei. Of je bent een rebel, dus je doet het complete tegenovergestelde. Nou, bij mij is het heel sterk dat ik het van mijn moeder heb overgenomen, vooral na de scheiding. Wat op dat moment me heel lang niet gediend heeft. Maar waar ik ontzettend dankbaar voor ben dat ik al die lessen geleerd heb, want anders was ik nu niet waar ik nu stond. Maar het is zo interessant om te zien waar het vandaan komt. En bij 99% van de mensen is dit het geval. Dus van een van je ouders, van beide ouders, of je bent een rebel. Dus ga dat ook eens onderzoeken. Waar komt mijn money mindset en mijn geldgedrag vandaan? Als er geld is, is het ook zo wel weg. Ik ben nu echt aan het letten op alles wat ik uitgeef. Maar ik heb dan de indruk dat ik in schaarste gedachten zit. Ja, dit is ook een interessante. Ik heb deze week jouw podcast 322 beluisterd over koopgedrag. En dan denk ik, ik koop niets van luxe producten. Geen dure handtas of dure kleren. Ik ga nooit op reis. Ik koop nooit iets voor mezelf. Je doet jezelf tekort. Alleen het noodzakelijk voor mijn dochter. Soms heb ik al schuldgevoelens als ik yoghurt koop. Want dat is iets extra's. Alleen bij groente en fruit heb ik geen schuldgevoel. Want ja, dat is noodzakelijk. Zit ik in tekort? En hoe kan ik meer vanuit joy en overvloed sparen? Ja, je zit in tekort. En niet zozeer door je gedrag, maar door je emotie die je erbij voelt. Het gaat nooit over het gedrag. Als ik kijk naar overvloed, als ik het heb over iets doen vanuit overvloed of tekort, gaat het nooit over de actie zelf die je onderneemt. He, dus of je nu wel of niet die yoghurt koopt, dat is niet waar het over gaat als je het hebt over tekort of overvloed. Waar het over gaat is, hoe voel ik me bij wat ik doe? En dit bepaalt wat je gaat aantrekken, waar je meer van krijgt. Op het moment dat jij iets doet waar je je niet goed bij voelt, doe je het vanuit tekort, zul je meer tekort aantrekken. Op het moment dat je dezelfde actie uitvoert vanuit overvloed, zul je een compleet ander resultaat aantrekken. En dit is zo interessant om je te realiseren, want het gaat nooit over de actie. Daarom heb ik ook geen oordeel over wat je wel of niet doet. Ook niet of je wel of niet op vakantie gaat. Ik denk alleen maar, gun het jezelf. En als er iets is waar wij als gezin, maar ook als ik persoonlijk, als er iets is waar ik... Er zijn misschien eigenlijk 3 dingen die to mind komen bij mij. Is 1, investeren in mezelf. Dat is iets waar ik gewoon... eigenlijk geen limiet op heb. Dat is echt... Ik heb gisteren nog een training gekocht, toevallig. Ik koop om de haverklap boeken, coaching, dat allemaal. Omdat ik gewoon echt obsessed ben door leren. En vooral nu joyful expansion, hè, die vreugdevolle groei. Dus ja, dat heel erg. Daar zit geen limiet op. Bij mij ook bij reizen niet. Echt, dat boeit me helemaal niks. Omdat het gewoon echt de meeste joy ever brengt. Vooral als naar Bali. En ik had altijd, en dat is nu tijdelijk even on hold door
fysieke gezondheid, rug, voor degenen die dat gevolgd hebben, is ook altijd, zat voor mij geen limiet op wat ik uitgaf aan spullen voor tennissen of baanhuur of training of dat allemaal. Daar zat ook zoveel joy op voor mij dat ik mezelf dat toestond, dat daar gewoon, maakt niet uit wat, ik doe het. Hè, natuurlijk, het moet wel kunnen. Laten we dat eerlijk hebben. Hè. Het moet wel kunnen. Het is niet van ik steek mezelf in de schulden. Hè. Dat absoluut is nooit geweest. Maar wel, en dat was altijd overvloed. En dat was joy. En daardoor waren die acties ook altijd goed in die periode zelf. Gaf ik bijvoorbeeld wel, maar dat is een bewuste keuze geweest. Hè. Gaf ik bijvoorbeeld maar 15 euro per week uit een boodschap. Ik was er alleen, ik had geen kinderen, ik woonde op mezelf. Dat was een periode dat ik mijn bedrijf aan het opstarten was en het gewoon heel pittig had, financieel gezien. En ik gaf geld uit aan bepaalde dingen, maar dat was een keuze en het was vanuit overvloed. En dit is het punt dat ik wil maken. Het gaat er nooit over de actie zelf. Het gaat nooit over, ik koop geen luxe product. Er is niks mis met luxe producten of met vakanties. Er is iets mis met, nou ja, het is haakjes. Het gaat over hoe je je voelt. Dus de vraag is, wat heb je nodig om je goed te voelen als je iets doet? Op het moment dat het niet goed voelt, is dat ook oké. Ik heb daar heel lang mee geworsteld op het gebied van boodschappen doen. Dat is erin gedrild eigenlijk. Toen mijn ouders gingen scheiden, dat weet ik nog. Ik ben altijd gek geweest op fruit. En er was een periode, ja, ik heb natuurlijk ook een enorme eetstoornis gehad, waardoor ik heel contrasterend gedrag vertoonde. En in ieder geval, ik at een periode 7 appels per dag. Ook nog heel veel andere dingen, maar goed. Maar ik mocht van mijn moeder, wat ik achteraf heel goed begrijp, hè, maar 2 stuks fruit per dag eten. Want, fruit is duur. Fruit is duur. Is natuurlijk maar subjectief, hè, want wat is duur? Wat vind je belangrijk? Maar even los van oordeel daarop. Dat heeft mij wel zo gevormd op dat moment dat ik heel lang geworsteld heb met boodschappen doen. Want dat was iets wat ik niet nodig had, terwijl ik het wel graag wilde. Maar iedere keer als ik het toch deed, voelde ik me niet goed. Dus wat deed ik? Ik deed het vanuit tekort. En die heb ik echt langzaamaan moeten shiften. En sommige dingen zitten er nog steeds. En ik ben daar oké mee. En dat is ook een belangrijk ding wat ik wil uitspreken. Wanneer is het perfect? Het moet je niet meer op een negatieve manier beïnvloeden. Dat is in ieder geval mijn waarheid. Op het moment dat jij nu merkt, ik wil eigenlijk iets anders, dan is het aan jou om daaraan te werken. En dat mag in stapjes. Ik heb er best lang over gedaan en dat is oké. En het helpt om dingen vaak in een ander perspectief te plaatsen. Je zou ook tegen jezelf kunnen zeggen, ik maak nu de keuze omdat het nog niet goed voelt om het niet te doen. Maar ik werk eraan, en misschien ook om door mijn financiële situatie te veranderen, om daar een ander gevoel bij te krijgen. Bijvoorbeeld in jouw geval, je zegt, nou groente en fruit voel ik me niet schuldig over. Je wil misschien wel die yoghurt. Ik heb nu bijvoorbeeld mijn boodschap een stuk makkelijker, omdat ik weet dat de kids bepaalde dingen lekker vinden. Ja, voor hen doe ik alles. Dus dan is het heel makkelijk om dat te kopen, terwijl we dat voor onszelf niet hadden gedaan. En ook daarin is weer geen goede fout. Uiteindelijk is het, wat voel je bij een bepaalde actie? Het is natuurlijk een enorm lang antwoord, maar ik hoop wel door de uitweiding dat je er wat aan hebt. Dus vraag jezelf dat altijd af. En vooral haal het oordeel eraf. Dus er is geen goede fout. En op het moment dat je je anders wilt voelen over bepaalde dingen, dan is dat iets waar je aan mag werken. En hoe je dat onder andere doet, is door jezelf af te vragen van oké, maar hoe belangrijk vind ik dit in mijn leven? Wat betekent dit in mijn leven? Ik ga even stoms als yoghurt, hè. En voor mij was het altijd, ik was gek ook op cherry tomaatjes. Maar cherry tomaten zijn duur in wat doe je tussen haakjes als je de video bekijkt. In verhouding met gewone trastomaten bijvoorbeeld. Dus ja, wat doe je dan? En de keuze die we nu hebben gemaakt is, als de cherry tomaten in de aanbieding zijn, slaan we vol in. En dat voelt nu goed. En ook daar heb ik lang mee geworsteld. Dus het is, ja, uiteindelijk is het een weg vinden die voor jou goed voelt. En loskomen van de actie en loskomen van het oordeel. Oké, gaan we verder. Hey Kim, ontzettend bedankt voor je geweldige cursus Love Attraction Mastery. Ik haal er ontzettend veel uit. Wat fijn om dit te horen. Ook nog een man die dit zegt. Fantastisch. Laatst had ik een tijdje in een moeilijke mindset periode. En door middel van 1 filmpje kon ik er instant weer uitklimmen. Ik zit momenteel in een bijzonder luxe situatie dat ik een loondienstbaan, een uitkering en een onderneming heb in de muziek. Dit heb ik sinds enige jaren weten te manifesteren, hoewel ik uiteindelijk volledige financiële vrijheid wil ervaren door middel van mijn onderneming. Nadeel is dat
nu ik merk dat mijn financiële thermostaat nog altijd op de loondienstbaan en de uitkering staat en niet echt op de onderneming. Mijn vraag, hoe kun je geloven in een verhaal wat niet realistisch is voor je gevoel? Ik ben er laatst achtergekomen dat mijn verhaal afgesteld staat op dat er geen geld binnen gaat komen in mijn onderneming als ik niet keihard mijn opdrachten zoek of keihard mijn best doe. Tegelijk weiger ik ook om geforceerd bezig te zijn, want ik geloof dat je dan niet de juiste opdrachten slash klanten aantrekt. Maar als ik nu een voor mijn gevoel niet realistisch doel naar het universum zou sturen, bijvoorbeeld dat ik vanaf volgende maand 1000 euro wil verdienen, geloof ik dat niet. Moet ik gewoon blind gaan geloven dat het wel realistisch is? Nee. Is de hoe loslaten en het compleet overlaten aan het universum? Of moet ik mijn verhaal zo gaan schrijven dat ik het wel geloof? Dat. Want dan duurt het voor mijn gevoel weer veel te lang. Kijk, je hebt er weer een oordeel op. Waarom kan het niet aan-en zijn? Maar om te zeggen dat ik dan meer geduld moet hebben en het in stapjes zou moeten doen, is ook weer een verhaal. Inderdaad. Waarom maak jij het jezelf zo moeilijk? Waarom heb je zoveel verhalen? En wat ik super interessant vind is, waarom geloof jij niet in je eigen onderneming? Wat maakt dat jij niet gelooft in jezelf op dat vlak? Wat zit daarachter? Is dat je kijkt naar de muziekindustrie en dat je denkt van ja, het is voor iedereen moeilijk om geld te verdienen. Wat je dan mag doen is, dus even een aanname hè. Maar ga zoeken naar degene die wel goed geld verdienen. Ga die modelen. Model someone who is already successful. Maar kijk ook, het is mogelijk. Ik hoef alleen uit te vogelen hoe dit voor mij kan werken. Dit is altijd wat mij gedreven heeft. Ik weet nog dat ik toen in mijn eigen bedrijf begon en mijn vader zei vanuit liefde. Mijn god, wat ga je doen? Er zit een voedingsdeskundige op elke hoek van de straat. Is dit niet enorm onder je niveau? Ik had een universitaire opleiding af. Want volgens mij was dat mbo-niveau of zo. Niets mis mee. Maar hij was heel bang van, wat ga je doen? Daar ga je geen geld mee kunnen verdienen. Wat doe je jezelf aan? Wat geef je op? En ik dacht alleen maar, nee, want er zijn ook mensen die wel succesvol zijn. Waarom zou ik het niet kunnen? Ik had geen idee hoe. Hè? Ik had nog nooit van, ik had geen idee. Geen ondernemende vrienden, geen familie. Ik had geen idee, geen mentor. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Laat dat even duidelijk zijn. Geen idee. Maar ik had toch een gevoel van, we gaan dit doen. Niet lukken is geen optie. I'll figure it out. Weet je, ik heb geen idee hoe, maar I'll figure it out. En dit wil ik dat je gaat voelen. En daarmee ook meteen de hoe en de tijd loslaten. I'll figure it out. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet wanneer, maar I'll figure it out. En for the time being, en daar heb ik een aantal jaren gewoon een baan gehad. Weet je, ik heb gewoon gewerkt in die tijd, zodat ik geen geldzorgen had. Ik kreeg niet heel veel binnen, maar ik had geen geldzorgen. Waardoor ik mijn praktijk kon opbouwen. En ik werkte dan van 3 tot 11 uur 's avonds, 3 tot 10 uur 's avonds. En overdag bouwde ik mijn praktijk op. En dan reed ik soms voor 1 afspraak op en neer. Voor 3 afspraken op 3 verschillende tijden reed ik op en neer. Ik was super flexibel. Maar het was all for the time being. En ik was iets aan het opbouwen. Omdat ik wist, er gaat een punt komen dat het gaat lopen. Hetzelfde met mijn podcast. Er gaat een punt komen. Maar je zult die tijd los moeten laten. Je zult die druk er niet op moeten hebben. Je zult geen gelddruk moeten voelen. Dus wat is er nodig zodat je dat kan gaan doen? En wat kun je nu wel geloven? Wat heb jij nodig om te geloven dat je daar gaat komen? En de tijd los kan laten. Waarom? Omdat het dan veel sneller gaat. Het gaat je ook nog eens dienen. En daarom moet je het niet doen, want dan ben je niet onthecht. Dan krijgen we die shit weer. Snap je wat ik bedoel? Waarom zou je het niet kunnen? Dat is de vraag die je zelf moet stellen. Wat heb je nodig? Oh, Britregen. Ik krijg ineens comments binnen. Dat van die Sherretje Maat herken ik ook. Bedankt voor je antwoord. Oh, wat fijn. Dat dus. Wat is er voor nodig? Let me know. Wat is er voor nodig? Come on, you can do this. Waarom zou je het niet kunnen? Wat heb je nodig om in jezelf te geloven? En wat kun je nu wel geloven? En daar mag je op intunen. Want iets gaan uitzenden wat je toch niet gelooft, ga je alleen maar jezelf saboteren. Gaat het niet worden. En dan gaat het, je denkt dat het dan sneller komt, maar uiteindelijk gaat het langer duren. Oké. Volgende vraag. Oké, lieve Kim, ik ga morgen heerlijk op vakantie. Ik heb zin om met de volgende modules verder te gaan. Wat inspirerend dat je de vakantie gaat doen. De eerste module is het hebben doorlopen. En wat er daardoor is veranderd voor mij en mijn business is geweldig. Ik liep daarna echter vast in een module over relaties. Dit vind ik het lastigste stuk eerlijk gezegd. Dit gaat over Love Attraction Mastery trouwens. Daarin teach ik alle gebieden op het gebied van Love Attraction, Mastery Masteren. Voor mij is gelijkwaardigheid en emotionele veiligheid nooit vanzelfsprekend geweest in relaties. Ook in mijn huidige niet. Terwijl ik al jaren na een fantastische man heb bij wie ik de rest van mijn leven wil blijven. Ik werk altijd enorm hard aan mezelf en mijn patronen. Toch kom ik de laatste jaren gekwetster uit heftige confrontaties die ik met mijn huidige man heb. Sinds mijn dochtertje is geboren,
is dit eigenlijk zo? Sindsdien ben ik een ongelijkwaardigheid gaan ervaren. We zijn beide heel ambitieus, maar een van ons heeft gas terug moeten nemen door de geboorte van ons jongste dochtertje, geboren vlak voor corona. Dat werd ik. Deels was ik daar oké mee, maar deels vrom het. Ik had meer compromissen willen sluiten en ik heb hier al jaren strijd over sindsdien. Eigenlijk kwam ik er pas achter dat mijn partner best wat ouderwetse overtuigingen kwam ik er pas geleden achter dat mijn partner best wat ouderwetse overtuigingen heeft over het meeste inkomen. Over man-vrouw zijn. En ook vooral degene die het meeste inkomen binnenbrengt, heeft meer tijd nodig voor werk en minder voor de kids en huishouden. En reizen voor werk. Voordat ik hem leerde kennen, was ik single mom, continu weg, met kind, zonder kind. Alles kon ik wel organiseren, het was super aligned. Mijn man verdient als CEO enorm veel meer, waardoor ik minder uren werk in de week en meer voor de kids zorg. Na school en het huishouden, terwijl ik wel enorm groei met mijn eigen bedrijf. Ik zou de ongelijkwaardigheid misschien meer moeten accepteren en loslaten dat ik minder bijdraag. En toch lukt me dat niet. Het is een vanzelfsprekendheid waarmee van mij verwacht werd dat ik degene zou zijn die opofferingen moest maken. En ik heb die ook gedaan uit liefde. Alleen heb ik mijn zelfrespect verloren in die keuze. Zo lijkt het nu. Het is meer bij mij dat dit een issue is dan bij hem. Maar de lading is te merken voor ons allebei tijdens moeilijke gesprekken. Wat adviseer jij hierin? Ja, super interessant. Ik herken dit in dat ik, Sabrine was degene altijd bij ons die heel graag kinderen wilde. Dat was ik absoluut niet. Nu ben ik enorm dankbaar en heel blij. Ik had niet anders gewild. Maar dat was nooit, dat was eigenlijk nooit de situatie. Ik was super ambitieus. Ben nog steeds super ambitieus. Is hij ook. We zijn wat dat betreft allebei personen die er vol voor gaan. Nou ja, bij ons is de situatie dat ik in verhouding gewoon veel meer verdient. Terwijl hij een hele goede baan heeft. Maar ja, dat kan niet. Ik snap je, business-wise, als het je heel goed gaat, dan is dat niet met een loondienst evenaren. Maar daar gaat het even niet om. Wat belangrijk hierin is, is dat ik heel helder voor mezelf had wat ik wilde blijven doen. Überhaupt voordat ik zwanger werd. En we hebben daar hele goede gesprekken over gehad. En een paar dingen waren non-negotiables. Onder andere dat ik twee keer per jaar, hadden we toen afgesproken, naar Bali kon gaan voor een retreat of voor mezelf. En vervolgens toen jullie al net geboren werden, wilde ik dat absoluut niet meer. Maar ze even wat anders. Maar op dat moment wilde ik dat voor mezelf houden. Ik wilde sowieso ook 4 dagen blijven werken. 1 dag mamadag. Hij had in het begin ook 1 volle dag papadag. Dus dat hadden we volledig verdeeld. En gewoon echt afspraken over de zorg. Nu is het nog steeds ingewikkeld geweest. Zowel bij Julian als bij Nora in de eerste 3 maanden. Ik denk dat de vrouw dan toch gewoon, ja, misschien ook wel logisch, gewoon veel meer op zich pakt. Weet ik niet of dat logisch is, maar waardoor dat soms wel tot frustratie leidt. Ik denk dat het ook vrij normaal is. Ik ben erover gepraat met heel veel andere vrouwen en ik kreeg daar heel veel herkenbaarheid. Dus ik denk dat dit iets is waar heel weinig over gesproken wordt, maar wat wel heel veel mensen herkennen. Daarom wil ik het ook delen. Ik wil het gewoon een topic meer bespreekbaar maken, want het helpt. Als ik had geweten ook in de periode van de eerste bevalling ook wat er op me afkwam, wat het met mijn relatie zou doen. En aan vrouwen hadden mij daarover verteld, dan was ik voorbereid. En nu kwamen dingen echt als een complete shock. En wat jij nu zegt, ik denk ook, weet je, dit zijn dingen waar nooit, ga ik even vanuit, waar nooit echt over gesproken is. Maar het punt is nu, waar jij je nu in belandt, is een situatie waarin jij iets in stand houdt. En ik wil dat je dit even afhaalt van je man, maar dat je het even volledig bij jezelf gaat zoeken. Wat heb ik nodig om echt voor mezelf te kiezen en op mijn strepen te gaan staan en mijn grenzen aan te geven en aan te geven wat ik wil, zodat het ook duidelijk is en dan naar mij geluisterd wordt. Want leuk en aardig dat hij meer verdient, maar dat betekent niet dat jij meer zou moeten doen, behalve als jij dat zou willen. Als jij het niet wil, betekent dat jullie daar een goed gesprek over moeten hebben. Maar dat betekent ook dat jij moet stoppen om dit te faciliteren. En dat blijf je nu wel doen. Als hij namelijk voelt, ze gaat toch nooit bij me weg en ze zegt het wel, maar uiteindelijk gebeurt er toch niks. Ja, dan is het voor hem natuurlijk heel makkelijk om de situatie in stand te houden. Dus wat heb jij nodig om echt voor jezelf op te komen hierin en een standpunt te maken? Maar ook bij je standpunt te blijven en te zorgen dat het verandert. En dat je echt stopt met dit in stand houden en stopt met het te faciliteren. Nou, ik vroeg jou nog van... ik kan me heel goed voorstellen dat dit pittig is. Ik denk ook dat heel veel vrouwen hiermee wisten. Wat maakt het dat je dus in stand blijft houden? Jij zegt toen, ik voel een machtsstrijd, maar die komt eerder uit enorme behoefte aan erkenning en geliefd willen zijn.
Ik mis een gezamenlijk hoger doel. De hogere missie die verder gaat dan dat ego denkt tussen mij en mijn partner. Als ik 100% bezig ben en mijn aandacht gericht op geven en creëren, kom ik meestal wel los van die strijd en dat gedoe. Mijn hogere doel zat voorheen in de gemeenschappelijke missie toen ik werkte in een netwerkorganisatie. Ik geloofde zo in onze missie. Sinds ik individueel zelfstandig ondernemer ben, is ego gedoe meer teruggekeerd, merk ik. En competities ook meer terug. Oké, beide. Ik zei nog van, hè, bedoel je dan het hogere doel voor jezelf of een hoger doel voor jullie samen? Allebei. Oké. De overtuiging, mijn relatie heeft een hoger doel, maakt me al shiften, merk ik. Oké, nou fijn dat je daar al iets in shift. Het is voor jou denk ik belangrijk om je te realiseren. Wil ik op een punt komen dat ik de situatie ga accepteren of wil ik dat de situatie verandert? Op het moment dat je namelijk in deze weerstand blijft, blijf je je niet goed voelen. Dus het zal of moeten zijn, ik ga voor mezelf opkomen hierin. Ik ga stoppen met het faciliteren, want ik wil het anders. Of ik accepteer dat de situatie zo is en daarin vind ik rust. En dat is een keuze die alleen maar jij kunt maken. Dus I hope that helps. Oké, gaan we verder. Deze. Hey Kim, bedankt voor alle toffe lessen. Wat sta jij fantastisch in het leven en heerlijk dat je dit wilt delen. Nou, super lief. Wat ontzettend leuk ook om mee te lezen hoe iedereen aan het manifesteren is. Ik ben op het moment bezig met module 4. Wat een heerlijke lessen om naar je fun in het leven te mogen zoeken. Ik ben naast de Love Attraction Mastery me aan het verdiepen in mijn human design. Ook ontzettend interessant om weer een extra stukje over jezelf te leren. Ik ben een projector en een emotional, met een emotional authority. Wat een herkenning. Ik heb door de maand heen veel emotionele ups en downs. Ik sta mezelf toe hierin mee te gaan en bewegen, maar ik merkte dat ik de combinatie heel lastig vind met manifesteren en de lessen. Om te manifesteren moet je in een high vibe zitten. Oké, even side note. High vibe betekent niet hysterisch enthousiast, altijd mega goed voelen. High vibe betekent dat je rust voelt, dat je oké bent. Dat vooral, dat je oké bent. En ik denk dat iedereen wel weet wat dat bedoelt. En dat zit ik nog niet eens de helft van de tijd. Ik zet steeds vaker de Choose Again methode in, maar het blijft toch wel een struggle. Met de module Fun gaat het beter om het gewoon wat meer los te laten. En ook al zit je in een emotionele down, toch de fun te zoeken. Daarnaast moeten projectors juist wachten op een uitnodiging in plaats van zelf erop af te gaan. Ik merk ook dat ik beperkte energie heb en dat continu aanstaan en overal op afgaan heel veel van mezelf kost. Ik hoor graag je tips. Oké, nou, ik heb dus een vraag gesteld. Je hebt daar niet meer op gereageerd, maar deze vraag is wel heel belangrijk. Wat maakt dat jij zo vaak down voelt? Wat maakt dat je meer dan de helft van de tijd, tenminste zo komt het bij mij over, je eerder niet goed dan wel goed voelt? Want ik geloof er dus wel oprecht in dat je daar een shift in kan maken. En dankjewel Roxana voor je reactie op het partnerstuk. Ik zie hem nu binnenkomen, heel mooi. Ja, dus dat stukje. Wat heb je daarin nodig? Want ik geloof er oprecht in. High vibe betekent niet over the moon, excited en happy en dat allemaal gestuiter. Nee, absoluut niet. Wat betekent om je goed te voelen, om aan te trekken wat je wil, kan ook zijn, ik voel een interne rust. Bijvoorbeeld, hè? En dat kan heel rustig zijn. Maar er zit een groot verschil. Je ziet ook terug in Love Attraction Mastery, de Emotional Guidance Scale van Abraham Hicks. Hè? En dan zie je al die emoties. En daarin is het heel belangrijk dat je, los van welke, hoe hoger hoe beter, maar dat je aan de positieve kant van de emoties zit en niet aan de negatieve kant. En daar gaat de shift komen in wat je aantrekt. En dus ook wat er naar je toe komt. En dan kun jij vervolgens daarop reageren. Want je kunt shiften wat er naar je toe komt door een andere vibratie uit te zetten. Oké, I hope that helps. Volgende vraag. Hey lieve Kim, mijn vraag gaat over de love attraction en de liefde. Ik struggle heel erg met het stukje loslaten en ergens volledig voor gaan plus mijn grenzen aangeven. Ik ben single en was een tijdje met iemand aan het daten waarbij we beide niet zeker wisten of het wat kon worden tussen ons. Ik ben veel bezig geweest met love attraction en kon het lange tijd loslaten en daten vanuit fun and ease. Het leek steeds serieuzer te worden, maar plots merkte ik een shift bij hem. Hij nam meer afstand en leek mij soms toe te laten en dan weer af te stoten. Vanuit love attraction dacht ik loslaten, maar vanuit mijn grenzen en ergens volledig voor willen gaan, heb ik besloten wel aan te geven dat dit niet oké is voor mij. Dit was een prettig gesprek, maar hij heeft daarna wel de deur gesloten omdat het gevoel er toch niet is. Ik denk eerder dat ik te dichtbij kwam. Ik heb besloten dit niet te zeggen en hem te laten gaan. Want ik ben er niet om hem te fixen. Dat vind ik heel mooi dat je dit zo kunt zien. Ik struggle dus met het stukje. Wanneer laat ik los in de liefde om het een kans te geven? En wanneer geef ik mijn grenzen aan? Dit gaat trouwens perfect samen. Ik ga daar zo dieper op in. Het lijkt nu namelijk of ik door mijn grenzen aan te geven wel vanaf nul mag beginnen met daten. Nee, en dat klopt niet.
hoe kan ik hier vanuit de Love Attraction naar kijken en in de toekomst anders slechts beter mee omgaan? Ik hoop dat het duidelijk is, want in mijn hoofd is het een beetje een warboel. Oké, snap je. Wat je mag zien als eerste, en ik spreek uit ervaring. Mijn derde eigenlijk langere relatie. Ik heb hiervoor twee relaties gehad van 7 jaar. En na het beëindigen van die laatste relatie ben ik ongeveer 3,5 jaar single geweest. Waarbij ik echt extreem veel, kan ik dat zeggen, ja, extreem veel gedate heb. En in het begin was het om een leegte op te vullen. Niet zozeer dat ik zo snel mogelijk een relatie wilde, maar gewoon connectie. En ja, ik heb het spelletje altijd leuk gevonden. En dan bedoel ik vooral, ik heb heel veel dating apps gezeten. En dan was het echt een sport dat ik zei, oh, ik doe er 1000 per avond. Het gaat echt nergens over. En dan heb ik het over swipe. Het gaat echt nergens over, maar ik had er lol in. Dat is vooral blauw. Als je het hebt over joy, ik had er lol in. Nou, dus ik kom uit ervaring, ik heb echt vet veel gedate. En heel vaak deze situatie meegemaakt. Waarbij het niet klopt, of van mijn kant of van die kant. Ik merkte een bepaald patroon ook in mannen die ik aantrok. En ik zag dat terug in eerdere relaties. Ik zag het terug in. Ik zag het terug ook in de dates die ik had. Heel vaak kwamen er ook, als het wat verder ging, kwamen er mannen op mijn pad die eigenlijk gewoon problemen hadden. En blijkbaar vond ik het dan fijn of zo, maar ik had het patroon ontdekt, hè, om ze te fixen of zo. Je snapt wat ik bedoel, hè? En wat helemaal niet goed is natuurlijk, maar die relatie was niet gelijkwaardig. En dat is ook wat ik heel lang heb ervaren, dat op het moment dat ik een keer kwetsbaar was, konden ze dat niet handelen. Zij waren superwoman gewend en ze wisten niet wat ze moesten doen als ik niet meer superwoman was. Waardoor ik dus het gevoel had, ik kan niet mezelf zijn, ik vind geen steun, nou ja, dat. Maar dat was natuurlijk allemaal een projectie van hoe ik mezelf zag. En het was allemaal een gebrek. Bij mij was alles, ik geloof dat trouwens in dat dat heel erg speelt op relatievlak, een gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Het moment dat ik daarin echt werk ben gaan doen, op het gebied van onvoorwaardelijke zelfliefde, en ook echt los kon laten, voor mij was het huge, dat er een man moest zijn, los kon laten en echt tegen mezelf gezegd heb, fuck mannen, fuck daten. Ik ga gewoon zelf mijn mooiste leven leiden. En ik vertrouw erop, als het zo moet zijn, dat er uiteindelijk wel een partner op mijn pad komt die gelijk een match is. Maar niet omdat ik hem nodig heb, maar omdat het gewoon equal is en fun en dat. Zo gezegd, zo gedaan. 2017 was dat, begin 2017. Ik had mijn business van offline naar online, net uit een burn-out. En ik had al heel lang het verlangen om alleen naar het buitenland te gaan. Super bang, maar ook een enorm verlangen. Dus ik wilde 6 maanden als au pair naar Australië. Ik wilde eigenlijk zelf weg, maar ik durfde niet volledig zonder een houvast. Dus ik dacht, dan ga ik als au pair. Nou, heel veel onderzoek gedaan, adresjes zelfs ergens aangenomen, maar nog geen vlucht geboekt. Wat gebeurde er toen? Ik had al die dating apps, was ik op mijn telefoon aan het verwijderen. En er was er nog eentje, en voor ik die verwijderde, weet ik nog dat er iets van een signaaltje kwam, een knipperlichtje of zo. Het was geen Tinder trouwens, maar er was nog iets. Ik dacht van, oh ja, ik kan die nog wel openen. En die was zijn vriend dus. En ik weet nog dat wij in contact waren. En dat ik eigenlijk dacht van, ja, leuk, maar ik hoef geen relatie meer. Het is helemaal prima. I don't care. En toen bleef ik wel in contact. Want ja, ik was totaal niet meer needy. Het hoefde voor mij allemaal niet. En ik dacht, oh, het duurt toch nog een paar maanden voor ik ga. Ik wil best een leuk iemand leren kennen. Hoeft er toch verder geen relatie mee. Let's see how it goes. Zo stond ik er echt in. Nou, eerst dat 2 keer afgezegd, de eerste date. Dat ik dacht, ja weet je, heeft toch allemaal geen zin, ik ga toch weg, laat het hele shit maar zitten. Maar hij bleef maar op een hele leuke manier eigenlijk. Dus ik dacht, fuck, whatever, wat maakt het ook uit, hè. Dus we hadden eerst keer afgesproken, had ik nog steeds zoiets van, ja, leuk, maar ja, ik ga weg. En ik weet nog dat hij tijdens de eerste date zei, want ik sprak dat ook uit, ja, ik ga toch weg. Toen zei hij, dat zullen we nog wel eens zien. Dat vond ik zo brutaal, zo arrogant. En aan de andere kant vond ik ook wel leuk. Ik dacht van, oh, je hebt wel ballen, jongen. Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat dit zo anders was dan al het andere. Weet je, de start dat ik ooit had ervaren. Waarom? Ik was volledig onthecht. Ik hoefde die relatie niet. En ik zeg niet dat dit de juiste manier is om een gelijkwaardige relatie aan te trekken. Maar aan de andere kant geloof ik hier dus wel heel sterk in. Want wat was toen voor het eerst? Ik stond zo sterk in mijn schoenen. Ik volgde zo mijn eigen pad. Was zo mijn eigen leven aan het leiden. De joy op. Want ik had zoveel gedaan op het gebied van zelfliefde. Dat ik zoiets had van, ja, we'll see what happens. Ik ga weg en als dat stand houdt, helemaal prima. Als het niet stand houdt, I don't care, weet je. Ik ben gelukkig no either way. En dat is wel voor mij persoonlijk een transformatie geweest. Ik was zo ontzettend onthecht. En ik had zoveel liefde voor mezelf. Dat
uiteindelijk het dus ook alleen maar goed kon gaan. En ik geloof er ook in dat mannen dat heel aantrekkelijk vinden. Omdat het zo gelijkwaardig is en niet vanuit neediness. En wat er ook gebeurd is, op het moment dat jij daar bent, ga je ook andere mannen in je leven krijgen. Snap je? Dan is het niet meer ongelijkwaardig. Wat jij nu beschrijft is, je trekt iets aan op basis van de vibe die je uitzendt. Dus nu klopt het niet. Jouw vibe klopt nog niet. Die is nog niet zo sterk dat je op het vlak zit van, ik trek een man aan die gelijkwaardig is. Waarbij we allebei onthecht zijn, waarbij het een pure aanvulling is. Op die vibe wil je komen. Dus de vraag is, wat denk jij dat jij nog nodig hebt? Wat voel je dat je nog nodig hebt om daar te komen? Wat mag er gebeuren om nog meer onthecht te zijn? Om nog meer uit de, als dat er al is, neediness te komen. Want dan kom je nog op een hogere vibratie waarbij je een ander type man gaat aantrekken. Iemand die ook gewoon zijn leven helemaal op orde heeft, geen bindingsangst heeft, weet je dat gewoon. Jij hebt alleen het antwoord, maar ik hoop door dit hele stuk te vertellen dat, ja, I don't know, dat het je helpt. Of dat iemand anders helpt om te zien van, wauw, ik heb misschien nog winst te boeken. Want ik zeg dit echt uit ervaring. Ik heb zoveel dates gehad en iedere keer weer op een bepaalde manier hetzelfde. En dat ik echt dacht, van een bepaald moment dacht ik wel van, shit, weet je, volgens mij ligt het gewoon aan mij. Want waarom gebeurt mij dit de hele tijd? Ja, toen ging ik het bij mezelf zoeken en toen is het even veranderd. En toen heb ik ook helemaal losgelaten. Ik dacht, weet je, fuck die shit. Dat was echt mijn gedachte, fuck die shit. En ik ga gewoon lekker mijn eigen ding doen. En ik was oprecht volledig onthecht. En dan gebeuren de mooiste dingen op alle vlakken. Money-wise, business-wise, relatie-wise, gewicht-wise, gezondheid-wise. Onthecht zijn, jongens. Dit is echt de key to success. Ik kan dit niet vaak genoeg zeggen. Ik kan het niet hard genoeg roepen. Onthecht zijn. Dus wat is er nodig om onthecht te zijn? Laatste vraag. Even kijken. Ja, lieve Kim. Vorige week ben ik op een heerlijk retreat geweest waar ik echt volledig mijn stralende en liefdevolle zelf was. Ik voelde me zo goed. Nu thuis merk ik toch dat ik weer wat in de routine van de dag beland en me weer wat minder happy en goed voel. Een beetje doelloos of zo. En ik probeer wel echt me te richten op me goed voelen. Je gaat natuurlijk vaker naar Bali voor een fantastisch retreat. Maar hoe blijf jij en de Bali Babes in die beste tijd voor jezelf? Ook als jullie weer thuis zijn. Ja, mooie, mooie, mooie vraag. Heb je tips? Ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, door heel erg bewust te zijn, en ik ben me dat de laatste tijd nog veel en veel meer, wat jouw joy brengt. Wat jij nodig hebt om je gewoon goed te voelen, zonder in je rat race te belanden. Of het gevoel te hebben dat je geen purpose hebt, dat je nergens naartoe leeft, of dat je niet goed voor jezelf zorgt. En voor mij is het, ik weet van mezelf, en zo heb ik mijn business ook ingericht, dat ik het heel goed doe op rust, ruimte, niet te veel afspraken. Tijd voor mezelf, elke dag wandelen, tijd met de kinderen, elke dag inspiratie luisteren. Vrijheid, daar komt het gewoon eigenlijk op neer. Vrijheid en ja, dat. Het begint 's ochtends al, maar dat ik rustig de ochtend wil starten. En meestal is dat met de kindjes, want die zijn vroeg wakker. Maar gewoon ook daar niet rush, rush, rush. Nee, lekker even samen ontbijten, lekker spelen, even knuffelen. Vind ik gewoon super lekker. Vinden zij belangrijk, dan is er ook rust 's ochtends. Nou, vervolgens is het heel vaak dat zijn vriend ze 's ochtends wegbrengt. Als ze niet thuis zijn die dag. En dan heb ik even tijd voor mezelf. Ga ik me klaarmaken. Of misschien nog even half mijn ontbijt finishen. Als de kinderen het niet op hebben gegeten. Of als de kinderen het dus wel op hebben gegeten. Ja, en dan ga ik me klaarmaken. Luister ik altijd naar een podcast of een luisterboek. Elke ochtend als ik op de badkamer ben. En vervolgens kijk ik naar mijn dag. En dan is het over het algemeen zo dat ik in Monday, het project management tool die we gebruiken met het team, kijk naar de hoogste prioriteiten voor die dag. En die fix ik. En vandaag is dat bijvoorbeeld live Q&A. Of video's opnemen voor de Six Figure Academy. Dat zijn mijn nummer 2 dingen. En een podcast. Dat zijn eigenlijk de 3 dingen. En nu is de podcast voor morgen de live Q&A. Dus ik hoef enkel een introductie op te nemen. En dat zijn de 3 hoofddingen waar ik me volledig op focus van die dag. Ja, dat. En dan ga ik wandelen aan het einde van de dag. Staat ook een vaste tijd voor, non-negotiable. En dan komen de kindjes thuis en wil ik lekker met hun nog de tijd doorbrengen. En dan brengen we ze naar bedje toe. En dat is gewoon een hele fijne routine. Daar voel ik me heel goed bij. En ik kijk gewoon, oké, wat heb ik nodig om die joy te ervaren? En vaak is dat ook gewoon, bijvoorbeeld op vrijdagmiddagen, voor mezelf pakken, ergens naartoe gaan. Ik vind het bijvoorbeeld superleuk om de auto te pakken en alleen naar de stad te gaan. En niet om iets te kopen, maar gewoon om rond te lopen en vind ik superleuk. Dan voel ik enorme blijdschap. Levert me dat op. Dus weet je, van dat soort dingetjes. Gewoon kijken, wat heb je nodig elke dag om je goed te voelen. En een hoger doel te hebben. Iets weten waar je naartoe werkt.
ja, dat houdt mij ook gewoon heel erg gefocust. Maar vooral ook de joy. Dat, het is altijd de joy, 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 joy. Het is je eigen routine vinden, experimenteren. Precies wat Roxana zegt. En vervolgens helpt mij heel erg dat ik weet gewoon waar werk ik naartoe. Weet je, wat zijn next steps? Bijvoorbeeld dat me ook heel veel joy opleveren of echt een high vibe houdt. Ben ik elke dag mee bezig, ook al deel ik daar niet zoveel over. Ik wil echt heel graag een huis op Bali. En ik ben daar elke dag mee bezig. Tot gewoon alles bijhouden, checken, leren. Wat is de juiste keuze? Hoe gaan we het met gezin doen? Er zijn veel gesprekken over. Kijken wat daar mogelijk is. En weet je, dus achter de schermen gewoon iets wat speelt, maar gewoon wel heel veel joy oplevert. En ja, dat. Gewoon heb een leuk doel voor ook. Waar je blij van wordt. Waar je aan wil werken. Hoe dan ook. Privé, zakelijk, maakt niet uit. Maar dat. Lang antwoord, maar dat is het voor mij. Dus I hope that helps. Volgens mij waren dat in ieder geval de antwoorden die ik had. Ja, dat was hem. Dat was hem. Dat waren de vragen die ik had opgeschreven. Dus ik ga nu vragen. Ja, ik krijg allemaal berichten binnen op Instagram trouwens nu. Dat ik gisteren weer bij SB6 was. Dat ik helemaal negatief werd neergezet. Ik weet het. Blijkbaar ben ik een target op dit moment op televisie. Maar ja, weet je, als je luistert naar mijn teaching van Boeddha gisteren. Dan was het op het moment dat iemand je een cadeautje geeft en je ontvangt het niet. Aan wie behoort dan het geschenk toe? Aan wie behoort dan het cadeautje toe? Ja, degene die het geeft. Ja, precies, zegt Boeddha. En dat is precies zo met jouw woede of je negativiteit. Als ik het niet aanneem, bij wie blijft het dan? Ja, bij die ander. Dus op dit moment ben ik blijkbaar een target. Kreeg het van zijn vriend horen. Kreeg het van... kreeg het nu op online. Krijg ik het heel tijd te horen. Ja, blijkbaar is het interessant. Maar ja, blijkbaar is het dan ook controversieel. Het is wat het is. Het is wat het is. Weet je, kan nu de keuze maken. Oké, stop overal mee. Ik maak geen video's meer. Want blijkbaar kunnen heel veel mensen het niet handelen. Of ik denk, oké, ik kan het ook zien als iets positief bij. Wat ben ik controversieel? Het wordt opgepikt. Dus ik kies ervoor om me negatief in het daglicht te zetten. Maar ja, dat doet al het nieuws eigenlijk. Dus. En als ik besluit om het niet aan te nemen, dan blijft het bij SBS6 in dit geval. Laten we het daarop houden. Dus het is wat het is. Oké, ik ga even de vragen erbij pakken. Niet op mijn telefoon, want die gaan te snel weg. Ik pak even de live video erbij. Hier op de computer. Mijn laptop, geen nieuws meer kijken. Ja, dat is ook een goeie. Ja, kijk, ik zie het dus allemaal niet. Ik hoef het ook niet terug te kijken. Ik bedoel, het heeft voor mij geen meerwaarde. Even kijken, wat staat er allemaal? Oké, een vraag van Asmee. Lieve Kim, ik heb nog wel een vraag voor advies. Ik heb een turbulente en heftige periode gehad. De laatste 2 jaar, scheiding, huis verkopen, huis huren en verhuizen, burn-out. Nieuwe partner ontmoet. Samen met mijn lieve partner, 4 kids en alles constant. Dit is een heel lang bericht. Dit kan ik eigenlijk niet helemaal. Kun je dit alsjeblieft heel even samenvatten voor mij, Asmee, alsjeblieft? Want het dingen springen steeds weg. Dus ik heb het even nodig dat vragen wat korter geformuleerd worden. Zou je dat heel even voor me kunnen doen in een paar zinnen? Ja, het gaat over niet in negativiteit schieten door iets wat een ex doet. Papa kwam niet en ik zat weer met ontroostbare kindjes. Mijn papa had alles bij elkaar gelogen en er was geen vakantieboek. Oh, verschrikkelijk. Even kijken, mijn ex heeft mijn oudste 3 kinderen een vakantie beloofd. En zou ze komen ophalen voor deze vakantie. Kids hadden hun koffers gepakt, maar papa kwam niet. En ik zat weer met, oh, verschrikkelijk, ja. Ik had alles bij elkaar gelogen en er was geen vakantieboek. Wat verschrikkelijk. Weer een aanslag op mijn vertrouwen. Ai, dat snap ik. Hoe ga ik hiermee om? Ja. Wie ben ik om hier iets over te zeggen? Het lijkt me een verschrikkelijke situatie. Vertrouw erop dat je kindjes hun eigen pad hebben. Dat dit niet fijn is, maar dat het niet zomaar gebeurt. Dat ze hier uiteindelijk van leren. En dat jij... Dat ze heel blij mogen zijn met hun moeder zoals jij. En
Geef hen wat ze nodig hebben vanuit jouw kant. Vergeet daarin jezelf niet. Dat zou ik je nu willen zeggen. En ik kan me voorstellen dat dat een hele pittige situatie is. Wanneer weet je of je een negatief... shit is, alle vragen springen weg. Ik kan ze ook niet terughalen, ook niet hier in de live. Hoe ga ik dit doen? Hoe kun je in alignment en joy blijven als je hele kleine kindjes hebt die alle grenzen opzoeken? Ze zijn nog zo afhankelijk van je. Dus dan voelt de vrijheid soms echt wel zoek. Ja, nou ja, dat is herkenbaar natuurlijk. Maar ik denk dat het heel belangrijk is hierin dat jij binnen die situatie kijkt wat heb jij nodig. En voor mij was het vooral in het begin heel erg dat ik wist, met een uur wandelen per dag alleen weg, even mijn hoofd leeg kunnen maken, voel ik me weer goed. Dan kom ik weer vol energie thuis. Het was even iets heel kleins, maar voor mij bracht dat enorm veel joy in deze situatie. En ook dat ik het heel goed, ja, in verhouding heel goed kon handelen. Ik heb het afgelopen jaar ook heel veel struggles gehad met de geboorte van... na de geboorte van Nora. En het lag niet aan Nora, maar gewoon, ik heb het als heel pittig ervaren toen er een tweede kindje bij kwam. Ik denk dat ik daar niet zo goed op voorbereid was. Dus dan is het weer opnieuw die balans zoeken. Is het nu ook te bedoelen dat mijn gesprekken met mijn hulpverlener voor mezelf zo fijn mogelijk maakt? Het zijn alleen heftige gesprekken als het met mezelf wat minder goed gaat. Nou ja, ik denk dat je vooral jezelf mag geven daarin wat je nodig hebt. En soms is het ook gewoon heel goed om door de emoties heen te gaan. En vervolgens ook weer die joy te kunnen voelen. Als je een negatief gevoel hebt of je voelt dat je over een bepaald onderwerp wil veranderen. Van vibratie, hoe weet je of je moet shiften of het gevoel moet doorvoelen? Ja, dat voel je. Op het moment dat jij voelt van, ik voel me verdrietig, dan moet je daar gewoon doorheen. Op het moment dat jij voelt, ik ben ergens helemaal klaar mee, ik wil dit niet meer voelen, ik wil echt naar een andere emotie toe, dan ga je shiften. Samengevat, hoe blijf je eigen grenzen stellen als dit voor je gevoel ten koste gaat van de kindjes door acties van hun vader waar ik niet verantwoordelijk voor ben? Door te kijken naar waar kan ik wel... waar heb ik wel invloed op? En dat zoveel mogelijk op een fijne manier beïnvloeden. Want je kunt dat niet, inderdaad, je bent niet verantwoordelijk, je hebt er ook geen invloed op. Probeer te kijken, wat heb ik nodig om zo goed mogelijk te kunnen riemen met kunnen groeien met de riemen die ik heb. Ik stel hierboven een vraag over de combinatie Love Attraction en HD. Hoe zie jij dat? HD lijkt om zelfvervulling te werken. Bedoel je dan human design? Ja, ik heb zelf, niet dat ik er niet in geloof trouwens, maar ik verdiep mezelf niet in human design. Wat ik echt geloof, voor mij is gewoon echt de love attraction. En die teachings zijn voor mij gewoon het ding. Dus ik kan je daar geen antwoord op geven, omdat ik daar zelf niks mee heb. En het lijkt soms zelfvervulling te werken namelijk. Ja, ik wil daar geen oordeel over geven als ik me daar onvoldoende in verdiept heb. Dus vind ik het lastig om daar iets over te zeggen. Ja, human design bedoel je, oké. Ja, mooie reactie Roxana. Meedoen als kindje en jezelf tot rust brengen. Een uur eerder opstaan met de kindjes. Ja, dat is een hele mooie. Heb je tips voor meer onthechting? Ja, ik heb daar een aantal, denk ik, hele goede podcasts over opgenomen. Dus ga vooral die ook nog extra luisteren. Ik heb echt een aantal podcasts over onthechting opgenomen. Onthechting is vooral het niet meer zo belangrijk maken. Wat heb je nodig om het minder belangrijk te maken? En dat is heel uitdagend, I know, op het moment dat je iets heel graag wil. Maar juist als je dan het vertrouwen kan hebben in een... hoger geheel, een groter geheel. Dat is bijvoorbeeld nu de situatie. Ik wil heel graag een huisje op Bali en ik wil heel graag daar langere tijd naartoe. Ja, dat. Zijn vriend staat er anders in. En ik weet toch, ook al is de situatie soms lastig daarin, ik weet toch dat dat vertrouwen voel ik heel sterk. En ik weet niet wanneer en ik weet niet hoe. Maar ik vertrouw in een groter geheel dat dit goed gaat komen als het de bedoeling is. En ik weet ook van Abraham Hicks, het is de bedoeling als je het heel graag wil. Dus dit gaat goed komen. Ik heb geen idee hoe, ik weet niet wanneer. Ik heb geen idee welke vorm het aan gaat nemen. Maar hoe meer onthecht je kunt zijn, ook nooit eens zelf, ik weet het. Ik zit ook in die situatie. Hoe meer je dus kunt loslaten, kunt vertrouwen op een hoger geheel, een groter geheel. Hoe makkelijker onthecht is.
Even kijken, wat zie je als betekenis achter het gevoel van overwhelm? Ik ben sinds 2 weken begonnen met werken na mijn verlof en merk dat ik mega dankbaar ben dat er zoveel aanvragen en kansen binnenkomen. Maar voel ik heel sterk een overweldigend gevoel. Hoe zie jij dat gevoel kunnen interpreteren vanuit Law of Attraction? Nou, voor mij is dat een teken dat, dat ik mag gaan onderzoeken hoe kan ik dit joyful maken? Wat mag er gebeuren business-wise voor jou als het gaat over je eigen bedrijf? Wat kan er gebeuren business-wise zodat het en-en kan zijn? Dat ik en die joy kan voelen en geen overwhelm meer voel. Heb je advies om meer helderheid te krijgen over de doelgroep die je wil gaan coachen op het moment dat je voor jezelf wil beginnen? Ja, ik zou vooral gaan doen en gaan kijken wie gaat er aanhaken op mijn message. En over het algemeen is het 99% van de tijd zo dat jij je eigen doelgroep bent. Dat jij op een bepaald moment je eigen ideale doelgroep was. Die persoon kun je het beste helpen. Dus dat zou ik altijd meenemen. Over onthechting, hoe kun je het minder belangrijk maken dat het goed gaat met je kind? Hij zit vreselijk in de knoop met zichzelf en uit dat op een manier dat het hele gezin eronder leidt. Door erop te vertrouwen, en ik vind het heel, ook weer een hele lastig om iets over te zeggen, maar wat ik zou adviseren nu is door erop te vertrouwen dat er, als je het meer loslaat en vertrouwt op dat het goed komt en dat gaat uitzenden en dat er dus een hoog iets is dat, dat bestaat en dat je daarin begeleidt en dat de Law of Attraction real is. Dat jij dus een andere vibe gaat uitzenden direct, waardoor dat een invloed heeft op het hele gezin. Denk je dan aan andere dingen? Of als je eraan denkt, dan voel je dat het naar je toe komt? Ik denk er vooral aan met een goed gevoel. Een gevoel van vertrouwen. Ook al heb ik geen idee hoe of heb ik geen idee wanneer. En ik zoek de joy op. Als ik ga kijken naar huisjes, word ik iedere keer blij en denk, oh, dit is vet. Oh, dit lijkt me vet. Dat. En ik volg een aantal hele inspirerende accounts, waaronder Kaza Krullenbol. Ze zijn een huis aan het bouwen op Bali. En daar kijk ik elke dag stories, superleuk contact met haar. En zo zit ik elke dag een beetje in die vibe. En dat geeft me gewoon een enorm gevoel van joy op dit moment. Ja, daar komt het gewoon op neer. En ik kan ook onthecht zijn. En ik weet gewoon als ik dat uitzend, er komt wel een oplossing. Ik heb geen idee hoe, hè. Ik zit hier niet te zeggen. Het is een verlangen wat ik nu eigenlijk gewoon eerlijk uitspreek. Maar ik heb geen idee hoe. We'll see. Die doelgroep die ik zelf ben, durf ik moeilijk voor te kiezen, omdat ik het gevoel heb dat ik daarin op alle vlakken gefaald heb. Die gaat meteen samen met de beperkte gedachte van wie zit er een vreemdsnaam op mij te wachten. Oké, maar daar moet je eerst wat aan doen voor je eigen business start. Anders ga je het jezelf heel moeilijk maken. En dat zeg ik echt uit ervaring, want dan mag er eerst echt gewerkt worden aan zelfliefde en dat allemaal. Want anders, als je dat al over jezelf denkt, hè, wat gaan je klanten, die potentiële klanten dan wel niet denken, dan gaat het heel lastig worden om klanten aan te trekken. Ja, je zegt het letterlijk, dus misschien eerst een cursus self-love. Nou, dat zou ik echt doen. Dat meen ik oprecht, dat zou ik echt doen. Want je gaat het jezelf anders heel erg moeilijk maken. En dan gaat het frustrerend zijn. Dan ga je misschien denken, business is niet voor mij. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Er is alleen shit die daaronder moet worden opgelost. Dat zeg ik ook bijvoorbeeld tegen Six Figure Academy babes. Hè? Of iemand die wil deelnemen. Alsjeblieft, 3 dingen moet je op orde hebben. Niet voor niks dat ik die trainingen heb. Law of Attraction Mastery, wil je echt masteren? Je wil echt leren om dingen vanuit je gevoel te kunnen doen. Je wil je money mindset op orde hebben en je wil jezelf liever gemasterd hebben. Die 3 maken dat jij je business gaat skyrocketen. Daar geloof ik heel helder in. En zeker ook als je dat kunt gaan doen met een teacher die jij vertrouwt. Waar jij de gidsing van wil, wat we in de Six Figure Academy doen. Waarbij je strategische stappen krijgt. 100% geloof ik hierin. Nou, Milotte zegt nog, self-love mastery is zo fijn. Nou, wat fijn dat je dat zo ervaart. Ik heb daar ook, ook daar dacht ik vanochtend aan. Ik was ook op zo'n fijne plek in mezelf. Toen ik Love, Attraction, Mastery, Weight Loss, Self-Love en Money Mindset heb opgenomen. Ik kan me die momenten nog herinneren. En Self-Love ook. Als ik nu die video's terugkijk, denk ik, ik was zwanger toen. En ik kijk naar mezelf, denk ik echt. ik vind dat ik er zwanger was, ik heb echt verschrikkelijk op uitgezien. Maar even los daarvan, want het is ook niet echt. Het is wel self-love, maar ja, goed, mag ik ook eerlijk over zijn. Maar als ik inhoudelijk kijk naar wat er toen, hoe goed die training is geworden, denk ik wel, ja, maar dit is gewoon echt wat er mag zijn. En ik wil dat het liefst alleen maar groter maken. Ik heb self-love en weight loss. Eigenlijk heb ik dan die andere 2 nog nodig. Nou, ik zeg niet per se dat je ze nodig hebt. Kijk, niet iedereen heeft die cursussen nodig om dat op orde te krijgen. Maar ik kan je wel gewoon, het is even voor iedereen, elke ondernemer.
Ook als je vastloopt op een bepaald stuk in je business. Ik geloof daar zo in dat die basis essentieel is. En dat is Law of Attraction Mastery, Money Mindset Mastery, Self Love Mastery. Die drie dingen. Ik heb niet van iets dat dit de basis is, dat dat de trainingen zijn. Dit is gewoon 100% mijn waarheid. Hoef je er ook niet mee eens te zijn. Je hoeft niet die trainingen te doen om het te masteren. Sommigen zijn op een bepaald vlak, bijvoorbeeld Money Mindset, super sterk. Nou oké, dan heb je dat dus niet nodig. Anderen heeft geen issues met self-love, maar als ik heel eerlijk ben en ik zie welke struggles er zijn, is het bijna altijd self-love. Of sabotage op het gebied van geld, of dingen niet voldoende op gevoel doen. Dat Law of Attraction Mastery nog meer gemasterd mag worden. Dus ja, dat. Als ik in twijfel of angst schiet, heb je tips om daar instant uit te komen? Ja. Gaan relativeren en gaan kijken, wat is nou die twijfel, wat is nou die angst? En welke gedachten kan ik uitzenden? Hoe kan ik naar liefde en vertrouwen gaan? Oké, en Esmee, waar loop je dan op vast op zelfliefde? Waar loop je dan vooral op vast? Wat aan jou is niet goed genoeg om van te houden? Wat vind je dat er allemaal mis is aan jezelf? Dat klinkt even heel zwaar, hè, maar... Ik laat me te veel door de buitenwereld triggeren. Ja, dat is een teken van inderdaad nog niet echt heel sterk in je eigen schoenen staan. En een gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Als ik die zelfliefde niet had, nou dan zat ik nu denk ik alleen maar te huilen door alle negativiteit die op me afkomt. Op TikTok, op de ads, op SBS6, op televisie. Ik word helemaal door, helemaal de grond in geboord op alle vlakken. Maar gelukkig... is dat er wel. En ik denk ook dat daarom is, heb ik die reis wel gemaakt. Dat had ik in het begin, huilde ik ook om al die comments. Dus ik weet ook hoe het anders is. Maar je hebt het echt nodig. In het leven, maar helemaal in je business. Als online ondernemer heb je het gewoon echt nodig om dit te masteren. Mijn gewicht, mijn moeders kwaliteit en als ondernemer heb ik al eens gefaald. Oké, dan ga ik even heel hard zijn. Maar what the fuck is gefaald? What the fuck is gefaald? Dat iets niet heeft uitgepakt zoals je had gewild? Is dat falen of heb je vooral heel veel geleerd? Ah, mooi Roxana, dat je dat zegt. Ik kom in elke fase weer dezelfde patronen tegen. Dus herken de basis die echt nodig is. Ja, dat is het ook echt. Ergens ben ik dankbaar voor waar ik nu sta. En voel dat ik heel veel meer uit kan halen. Dat het allemaal lichter kan zijn. Precies. Wat is precies de kritiek die je online ontvangt dan? Ik heb het helemaal gemist. Oh, dat ik een oplichter ben. Dat het geldklopperij is. Dat alles fake is. Dat manifesteren niet bestaat. Dat het alleen maar voor mijn eigen gewin is. Ja, dat allemaal. Dat het bullshit is. Ik weet het niet wat er allemaal gezegd wordt. Ik hou me er ook een klein beetje vanaf. Maar ik krijg het zo links en rechts mee van mensen die het tegen me zeggen. Dus dat. Kijk, mensen die natuurlijk heel gewend zijn dat alles gaat op hard werken, dat alles op ratio gaat. Tuurlijk, hè? Resoneert die boodschap niet met ze, want het gaat compleet in tegen alles wat ze gewend zijn. En ik was ooit zo, dus ik weet ook hoe dat is. En het is ook heel confronterend als iemand dat zegt. En ja, confronterend, het kan gewoon voor jou voelen als regelrechte bullshit. En maar dat iemand dan, dat vind ik dan altijd interessant, dat zoveel mensen dan de moeite nemen... De moeite, behoefte voelen om je dan omlaag te halen. Om daar dan iets van te vinden. En dat ook uiterlijk, openlijk te projecteren. Dat vind ik altijd heel interessant. Ik heb het nog nooit in mijn hoofd gehaald. Dat als ik het ergens niet mee eens was. Dat ik dacht, goh, laat ik die ander eens even de grond in boren. Om mijn eigen punt duidelijk te maken. Om mezelf beter te voelen. Nog nooit in me opgekomen. Ik weet het niet. Dus ja, dat. Ik weet het niet. Ja, mooi. Je bent altijd verder dan iemand die op jou wacht, jouw kennis en ervaring. Dat is het ook zo. Kijk, uiteindelijk zijn er altijd meer love comments dan hate comments. En daar doe je het voor. En als je heel sterk voelt, en ik voel die heel sterk. En ik hoop dat iedereen hier die nu in zit en die een bepaalde missie voelt, dat ook heel sterk voelt. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. En je voelt die missie, je voelt je purpose. En dan ga je toch niet daarvan af laten brengen door de mening van een ander. Dat gaat toch niet... Anderen jouw goud ontnemen. Dat je ze echt kunt helpen. En dat je gewoon weet van ik kan echt iets betekenen voor de wereld. Dat ga je een ander toch niet ontnemen. Dat is toch vet, vet egoïstisch. Door onzeker te zijn. En door je te laten leiden door alle hate comments die je op je afkrijgt. Nee, ja, ik ben de laatste tijd ook veel zichtbaarder. Ik heb een level up gemaakt op dat vlak. Ja, dat zie ik nu dus ook terug op het gebied
van ja, hoe het wordt opgepakt. Ja, het is wat het is. Het is een keuze. Ik kan erover kiezen om mee te stoppen, maar op dit moment wil ik dat niet. Dus... En eigenlijk is het ook goed dat het gebeurt, want ik hoop hierin ook gewoon dat ik het kan laten zien, dat iedereen het ook ziet, hoeveel shit ik op me afkrijg. Van, weet je, als Kim dit trekt, dan kan ik dit ook, weet je. Als zij het op zich afkrijgen, zij kan dit, hè. En die wijze woorden van Boeddha, die kwamen ook op het juiste moment, dan kan ik dat ook. En ik hoop gewoon dat het een inspiratie is. Ja, dat is een mooie van Gary Vee inderdaad. If people tearing you down, they're in a bad place. Dat is ook zo. Gary Vee krijgt ook zoveel shit op zich af. Ook zo sneu. Ik vind hem ook zo inspirerend. Maar ook hij kan er heel goed tegen. Dus. En het is natuurlijk nog in het kwadraat bij hem. Nog veel en veel meer. Veel mooi. Ik krijg hier hele lieve berichtjes ook. Je bent een inspirator. Ah, oh, lieve Kim. Fantastisch mooi mens. Dankjewel Roxana voor je mooie woorden. Ik vind je een fantastisch mooi mens. En... al jaren en wanneer, hoe dicht je bij jezelf blijft. Ik stap weer uit de Q&A. Ik heb ontzettend veel waardevol in. Thank you. Komt er binnenkort weer een self-love aanbieding? Ja, grappig dat je het zegt. Ik was gisteren aan het denken. Want ik zit natuurlijk zelf... Ik weet niet wie dat mee heeft gekregen. Maar als je mijn podcast luistert, dan krijg je het mee. Zelf ook in een transformatie in die zin. Dat ik eventjes een stapje terug heb genomen. En even de rust en de ruimte heb opgezocht. Heel veel veranderd heb binnen mijn team. En binnen alles gewoon. Ik wilde ook even niks meer aanbieden. Ik wilde gewoon even niks doen. Ik wil geen lasten. Ik wilde gewoon even niks. Ik wilde alleen maar reflecteren. En even zijn en voelen van oké, wat gaat die next step zijn? En wat gaat joy zijn? En toevallig gisteren dacht ik, goh. Ik heb wel zin om weer met een groep te starten. Met een fantastische... Ik ging dus ook, dat was ook waarom ik dat net deelde... Ik dacht echt van, er zijn echt zoveel vlakken waar ik die training over heb gemaakt. Hè? En daar is zelfliefde er ook eentje van. Waarbij ik echt zo voel, er zit zoveel liefde en extreme waarde in die training. En ik heb duizenden voorbeelden van mensen die ik heb geholpen. En ik master dat stuk echt. Ik kon dat echt ownen. En ik dacht van, ja, maar ik voel me zo sterk op die stukken. Wat zal ik doen? Wat zal ik de wereld inslingen? Er zitten ook heel veel mensen te wachten op een nieuwe opening voor de Six Figure Academy. Die vraag krijg ik ook heel vaak. Dus ik ben ook gewoon nu even aan het, ook even binnen laten komen van, misschien wilde ik een poll doen. Ik drop dit nu even openlijk om mijn gedachten zijn. En ik dacht van, misschien moet ik een poll doen of zo op Instagram of op mijn podcast vragen van wat zou je willen? Want ik ga niet alles tegelijk lanceren, dat is business-wise gewoon geen slimme beslissing. Maar ik heb bijvoorbeeld ook Money Mindset Mastery al anderhalf jaar niet meer gelanceerd. Anderhalf jaar, dat is echt gewoon insane. Dat is gewoon echt insane. Dat is toch, goed. Ja, dat dus. Dus ja, ik denk gewoon afhankelijk van denk ik, de interesse en even wat ik voel. Maar ik voel ze eigenlijk allemaal heel erg dat er iets komt. Dus ja, ik kan je geen antwoord geven, ik neem je even mee in mijn gedachten. Als dat ook even een antwoord is. De kriek van SBS6 zou opdagen zoals ik me nu voel. Ervoor kunnen zorgen dat ik nu zou denken, wat een bullshit. Ik ben erin getrapt. Maar dan leg je de verantwoordelijkheid bij een ander. Dat weiger ik. Oh ja. Ja, nou ja. Dus Marlies. ik heb even geen antwoord. Maar als je ingeschreven staat op de wachtlijst. Alsjeblieft. Dan voor Self Love Mastery. Dan ben je wel als eerste. Word je wel als eerste notified. Niet stoppen. Nee, ik ga ook niet stoppen. Ik ga absoluut niet stoppen. Ik ga nooit. Dat is het niet. Ik ga nooit stoppen. Maar ik moet af en toe ook gewoon eventjes... Zoals nu deze zomer. Ik wil even een stapje terug doen om even te voelen van oké, wat is joy? Wat is joy? Wat wil ik? En ik werk ook dat ik heel graag... Ik wil iets doen waarbij er meer live connectie is. Dus waarschijnlijk misschien weer... Ik zit te denken over... ik weet dat de dames van het VIP-retreat gewoon echt mega veel waarde ook hebben gehaald daaruit. En me gevraagd hebben om nog een keer dit te doen. En eventueel een jaartraject. Dus er zijn gewoon heel veel dingen waar ik... waar ik over nadenk, maar vooral ook bij mezelf voel. Ik wil en ik wil heel graag die trainingen nog groter de wereld inslingeren. Omdat ze gewoon zo goed zijn en zoveel mensen hebben geholpen al. Daar wil ik meer mensen mee helpen. En daarnaast wil ik ook graag wat meer die 1-op-1 connectie of kleine groepen. Dus ik denk ook na over een 1-op-1 traject. Misschien een losse VIP-dag. Dat soort dingetjes. Dus ik gooi even mijn gedachten eruit. Ik ben heel benieuwd. Als je nu dit hoort of luistert. Of mocht er iets met je resoneren. Vind ik ook altijd wel fijn als mijn community feedback geeft. Ik weet ook juist dat er heel veel ondernemers zijn die luisteren heel vaak. Maar die nooit reageren. Ik ben er zelf ook zo eentje.
Ja, dus ook dat snap ik. Maar ja, het helpt gewoon om als ik mijn gedachten drop, wat er dan komt. Even kijken. Dankjewel, Kim. Ik leer ontzettend veel van de vragen van anderen. Wat super tof om te horen. Self-love. Ja, mooi. Oh, oké. Okay. Hier staat nou... Oh, trouwens. Alia, 18 jaar, is per EOS voor zichzelf begonnen. En damn. Oh, nu ben ik hem kwijt. Nu ben ik hem kwijt. Een 1-op-1 retreat. Haha, interessant. Grappig dat je dit zegt, want dat 1-op-1 retreat dacht ik, als ik naar Bali ga, dan is dat misschien iets wat ik daar ga doen. Een self-love fit dag. Ja, ik kan me ook voorstellen, maar dat moet ook... daar gaat natuurlijk wel een hogere investering tegenover staan op het moment dat er een VIP-dag is. Als je een self-love VIP-dag wil. Een losretreat in Nederland. Nee, ik denk dat ik weet niet of ik dat ga doen. Want dat heb ik gedaan. Maar ik weet niet of ik een losretreat ga doen. Want ik merk nu heel erg, misschien wel hè, maar... Ja, misschien wel. Ik weet het nog niet. Nee, live event ga ik niet doen, dat weet ik wel. Live event gaat er de komende tijd niet aankomen. Daar zit voor mij nu niet het verlangen op. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik wil echt die connectie één op één of een kleine groepje. Dat is ook voor een body retreat zo enorm resoneren. Dat ik ook zie wat dat doet qua transformatie. En ik wil gewoon, het wil en. Ook dat stukje online, de trainingen. Omdat ik sta daar zo achter en ik kan dit zo ownen, dat stuk. En er zijn zoveel mensen mee gebaat, het is en. Maar hoe en wat precies... Nou ja, let me know. Ik kreeg hele waardevolle feedback van de VIP'ers laatst. Over wat zij fijn zouden vinden, daar kon ik wat mee. Een extra Bali retreat. Waarom een extra? Stephanie. Waarom een extra? Waarom zeg je dat? Want ik ga in november naar Bali. En ik heb nog een paar plekken, dus waarom zeg je een extra? Combinatie deal, love, attraction, money mindset. Ja, dat zou een ding kunnen zijn. Ik heb nu een paar keer self-love of weight loss gedaan. Dat was heel succesvol, die pakketdeal. Dus misschien dat dat iets is wat ik ga doen. Maar dat zit hem dus op het stukje van de online trainingen. Ah, je kan niet mee, Stephanie. Ah, dat is het. Je kan niet op die data. Oh, dat is jammer. Terwijl november echt wel... Dat heb ik ervaren ook eens de vorige keer. En de keer dat ik daar zelf geweest ben. Echt zo'n veel fijne tijd is om te gaan. Qua weer en dat het in Nederland koud is, daar is het, als het goed is, heel fijn weer. En ja, dus dat. Ja, super jammer dat je niet mee kan. Maar who knows, hè? Who knows? Volgend jaar of wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Hopelijk zit langere tijd op Bali. Okay. I don't know. We gaan het zien. Ik moet ook even. Ik flap er altijd alles uit en dan. Maar aan de andere kant weet ik ook dat het gewaardeerd wordt. Ik neem het gewoon mee in mijn gedachten. Ik ga zeker mee als ik kan. Wat tof. Ja, super jammer. Oké, heeft er iemand een vraag? We zijn echt helemaal aan het uitweiden. Misschien dat ook wel gewoon heel waardevol is. Maar je hebt echt even een stukje inside my brain. Inside my mind gekregen op dit moment. Waar gaat je huisje zijn in Bali? Ja, dat is ook een goeie. Ik kom allemaal ideeën. Je moet een retreat in Nederland in oktober gaan doen. Weet ik niet. Ik denk dat het niet gaat worden. Maar we gaan het zien. Wat gaat je huisje zijn op Bali? Ja, dat weet ik wel. Maar daar wil ik nog even niks over loslaten. We moeten daar ook even als gezin even uitkomen. Ik ga later meer details delen. Ook als dingen concreter zijn. Want ik zit nu allemaal dingen te roepen. Wat puur nog verlangend zijn. Hè. Ik zit allemaal verlangens te delen gewoon. Alles wat in mijn vortex zit, dat drop ik nu hier even openlijk. Wordt vervolgd. Maar ik denk na over een plek waar goede voorzieningen zijn ook. Waar het niet te druk is. En waar ook de kids eventueel naar een internationale school zouden kunnen. Een hele fijne opvang is. Je hebt daar ook fantastische opvang ook voor de kindjes. En ja, hoe die internationale scholen daar zijn. Ik vind het geweldig. Echt waar. Ik vind het geweldig. Dat past helemaal bij hoe ik in het leven sta. Ik vind het echt geweldig. Ja. Als je het hebt over joy. Dat is joy. Voor mij in ieder geval. Oh, je wilde ook een huis. Oh, super tof. Waar wil jij? Heb jij al helder waar je het wil?
Want jij kan het nu even met mij delen, snap je? Ik deel het met de hele wereld als ik het roep. Dus ik ga even niet alles. Sommige dingen moeten nog eventjes. Het moet ook nog vorm krijgen, weet je? Want het is, niks is zeker op dit moment. Helemaal niet. Het is gewoon een verlangen dat ik heb. En nou ja, een vertrouwen in een groter geheel dat het gewoon gaat komen. En dat ik het vooral niet hoef te rushen. Exploring. Tof. Tof. Heeft er iemand nog een vraag, jongens? We zijn dik over time. Heeft er iemand nog een vraag? Dan gaan we afsluiten voor nu. Vind ik super leuk om met jullie te chatten. Sowieso volgende maand weer. Ik heb ook een huis in Spanje, maar ik mis Azië. Ja, mooi. Waar ligt waar heb je huis in Spanje? You're welcome, Coraline. Dankjewel. Maureen, dankjewel. Ook iedereen, dankjewel als we gaan afsluiten. Dankjewel dat je er was. Dankjewel voor je comments, voor het meedenken, voor het goede vragen stellen, interactie. Thank you. Dit maakt de Q&A's altijd zo waardevol. Thank you, Rixana. Jij ook voor je fijne aanvullingen. Iedereen een hele, hele, hele fijne dag. Tenerife is altijd zon. Snap ik. Snap ik. Heerlijk. En als je dat hebt, dan denk ik, why the fuck woon je in Nederland? Dat snap ik dan nooit. En niet naar jou toe, maar gewoon mensen die dan zeggen, ja, ik vind Nederland zo geweldig. Dus nou, ik heb helemaal niks van. Niet dat ik Nederland niet fijn vind, maar ja, als je op een tropisch eiland kan wonen, oh my god, please yes. Linda, you're very welcome. Ilse, hartje terug. Roan, Danielle, heel graag gedaan. Lief deze reacties. Heb een hele fijne dag, heb een heel fijn weekend alvast. En ik spreek jullie heel, heel, heel graag volgende maand weer live. Thank you. Dat is even een andere, hè? Dus ja, ik hoop dat hij gewaardeerd wordt. Mwah.